Goed, we zijn allemaal weer binnen. We zijn allemaal weer terug naar parallele sessies. We hebben ons verdeeld over een veelheid aan sprekers en onderwerpen. En nu zijn we allemaal weer hier om te luisteren naar twee afsluitende keynotes ter afronding van de dag. En de eerste keynote in dit laatste deel van de dag wordt gegeven door Maarten Brinkerink. Hij is een muzikus, hij speelt gitaar en hij zingt. Hij is vrijwilliger bij de Wikimedia Foundation in Nederland, omdat hij zich veel bezighoudt met nieuw media. En dat doet hij ook in zijn werk bij het Instituut voor Beeld en Geluid. Maar ik ken hem eigenlijk in de afgelopen 2 jaar vooral van het Open Cultuur Data Netwerk, waar hij samen met allerlei netwerkpartners bijzonder actief is geweest rond open data in de culturele sector. En daarover gaat Maarten ons meer vertellen. Maarten, aan jou het woord. Hallo, hallo. Ja. Bedankt voor de mooie introductie en ook bedankt aan de organisatie voor het uitnodigen. Ik ben heel blij dat ik hier mijn verhaal mag doen. En ook blij dat jullie uiteindelijk toch allemaal van de koffie terug zijn gekomen. Ik snap dat het altijd het lastigste moment is, zeker op een vrijdag, zo aan het eind van de middag. Dus ik hoop dat jullie toch wat interessante dingen van mij te horen krijgen en dat het de moeite waard is voor jullie. Zoals gezegd, ik ben als projectleider werkzaam op de Research and Development afdeling van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. En hou me daar voornamelijk bezig met projecten die op een nieuwe manier materiaal wat in onze collectie zit publiekelijk beschikbaar stellen. En dat is ook de reden waarom ik actief ben rondom open data, open content en onder andere ook meewerk aan het Open Cultuur Data Initiatief. Nou, wat is dat Open Cultuur Data Initiatief? Het is echt een netwerkinitiatief. Wat bestaat uit degenen die zich daarbij aan hebben gesloten. En dat zijn aan de ene kant mensen die werkzaam zijn in de culturele erfgoedsector. En die dus ook vooral data, cultuurdata te bieden hebben. Maar dat zijn ook inmiddels in het netwerk ontwikkelaars die het interessant vinden om met dat soort data aan de slag te gaan. Dat zijn mensen die meedenken over concepten rondom dat soort materiaal. Dat zijn actievelingen in de bredere zin in de data, open data beweging. En samen denken we eigenlijk, werken we eigenlijk aan zoveel mogelijk cultuurdata vrijkrijgen voor hergebruik. En vooral ook stimuleren dat daar vervolgens zinnige toepassingen mee gerealiseerd worden. Beeld en geluid speelt daar als tracker een rol in, samen met Kennisland. En dat is mogelijk gemaakt door financieringen van onder andere Beelden voor de Toekomst, wat een groot digitaliseringstraject is, Creative Commons Nederland, en we worden ook ondersteund door Hack de Overheid, wat tegenwoordig de Open State Foundation is. En misschien eerst iets over de aanleiding van waarom zijn we nou dat initiatief gestart. Behalve het feit dat we met een aantal enthousiastelingen bij elkaar zaten en gewoon besloten zo'n netwerk op te richten. Nou, dat is in bredere zin, en daar is het vandaag natuurlijk ook over gegaan, de open data beweging die groeiend is en vooral in de overheid al flink wat stappen genomen heeft. Wij voelen als publieke instellingen, vaak ook met belastinggeld gefinancierd, voelen we verwantschap met een aantal van de ideeën die in die beweging zitten. En je ziet ook dat in beleidsvorming ook steeds meer die link gelegd wordt. Kijk bijvoorbeeld naar deze quote van Nelly Kroes, die zich met de digitale agenda van Europa bezighoudt. Die benoemt expliciet ook erfgoedinstellingen als logische instellingen die in deze beweging meegaan. En ja, dat resoneerde bij ons heel erg. Het is ook iets wat eigenlijk in het culturele veld, maar dan onder andere namen, al langer speelt. Eigenlijk sinds collecties gedigitaliseerd worden en online beschikbaar kunnen worden gesteld, zijn er initiatieven die dat op zo'n manier willen doen dat dat materiaal ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. En dat het niet alleen gaat om cultuur die bekeken kan worden online, maar dat het ook materiaal is wat vervolgens weer de basis legt voor nieuwe creaties, voor het produceren van kennis. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan initiatieven zoals Creative Commons, maar ook Wikimedia, de organisatie achter bijvoorbeeld Wikipedia. Die proberen zoveel mogelijk vrije kennis te produceren op het web. Vroege initiatieven van bijvoorbeeld het Tropenmuseum in Nederland, die al in, ik meen 2009, bijna hun hele beeldcollectie op het net hebben gezet. Niet op hun eigen website, maar op Wikimedia.
Omdat ze belangrijk vonden dat het materiaal niet alleen vindbaar was, maar dat het ook werd gebruikt in nieuwe informatiecontexten. Nou, dat zijn allemaal initiatieven waar wij ook inspiratie over uit hebben geput. En vervolgens hebben we dat concreet gemaakt met een aantal doelstellingen. En het belangrijkste daarvan is, we willen gewoon stimuleren dat er meer open cultuurdata komt. Maar we willen ook daar een soort centraal punt voor zijn in Nederland. Zowel als een vindplek voor dat soort datasets. Dus wij hebben een website, opencultuurdata.nl, waar wij een soort inventaris van datasets uit de culturele sector bijhouden. Maar met dat netwerk willen we ook kennis en ervaringen bundelen en met elkaar delen. Het is niet iets wat altijd per se gemakkelijk is om data vrij te geven. Zeker niet ook als het om culturele data gaat, waarbij auteursrechten bijvoorbeeld ook nog een rol spelen. Dus wij verzamelen in dat netwerk ervaringen, best practices, kennis over hoe je die stappen onderneemt en delen dat ook met elkaar. En tot slot proberen we ook de connectie te leggen met de ontwikkelaarsgemeenschap. Om te zorgen dat er ook zoveel mogelijk toepassingen gerealiseerd worden met die data. En dat het op een zinnige manier wordt hergebruikt. We zijn daar eind 2011 mee begonnen. Echt als een soort enthousiast ad hoc initiatief. Omdat er een hele logische aanleiding was voor ons om daar eens een stap in te zetten. Dat was namelijk de eerste hackathon voor Apps voor Nederland die daar aan zat te komen. En in een breder verband zaten wij in een netwerk met mensen die in de erfgoedsector werkzaam waren. Dat heette het Innovators Netwerk Erfgoedsector. Dat was eigenlijk gewoon een praatclubje van mensen in de sector die het over de mogelijkheden van digitale media hadden. En daarbij kwam eigenlijk dat onderwerp van open data en open content steeds terug. Dus we merkten dat dat iets was wat leefde. Er was ook een logische aanleiding om daar iets mee te gaan doen, namelijk die hackathon die daar aankwam. En toen hebben we besloten van, nou, laten we nou gewoon eens met een aantal mensen die een dataset kunnen inbrengen, daar een start mee maken. Vervolgens hebben we gekeken van, nou, waar kunnen we mee beginnen? Nou, bleken een aantal datasets te zijn waarmee we die stap gelijk konden maken. En zijn we die sets gaan beschrijven in wat we een datablog noemen. Zodat we tijdens die hackathon ontwikkelaars iets konden laten zien. Zo van, dit is een beschrijving van de data, hiermee kun je aan de slag. Misschien kunnen jullie hier iets mee maken. En wat we hebben gedaan is gelijk opgeschreven voor onszelf van wat is open cultuurdata nou? Door 5 basisprincipes op te schrijven. Zodat we gelijk ook een uitgangspunt hadden wat we allemaal deelden als netwerkje. En die vuistregels, die basisprincipes, die zijn in eerste instantie, en daarin wijken we denk ik een beetje af van open data in de overheidscontext. Want als je het over culturele erfgoedinstellingen hebt, dan heb je aan de ene kant gewoon je informatie over de collectie. Je feitelijke data, je contextuele data. En dat kan open cultuurdata zijn, hebben we bepaald. Maar je hebt ook je culturele collecties, de werken die daarin zitten. Ook dat kan open cultuurdata zijn en ook dat kan hergebruikt worden. En dat hebben we expliciet benoemd als eerste uitgangspunt. Daarnaast hebben we aangegeven dat, en dat is wel eigenlijk gemeengoed in de open data beweging, is dat de restricties die je vervolgens toepast wanneer je die data vrijgeeft voor hergebruik, die moeten heel minimaal zijn. Want anders dan is het lastig om hergebruik te stimuleren als je aan de andere kant gelijk weer voorbehouden gaat introduceren. Dus we hebben gezegd dat het in ieder geval voor iedereen mogelijk moet zijn om die data te hergebruiken. Anders is het geen open cultuurdata. En je kunt dat aangeven door open licenties toe te passen bijvoorbeeld. Of in het geval dat werken al buiten het auteursrecht vallen, dat je dat ook duidelijk markeert als zijnde publiek domein materiaal. Het materiaal moet in een digitaal formaat beschikbaar zijn om het hergebruik mogelijk te maken. Het liefst een standaard formaat natuurlijk. Het moet gedocumenteerd zijn, dat is dat datablog waar ik eerder aan refereerde. Dus het moet duidelijk zijn hoe de data beschikbaar wordt gesteld, welke velden, wat voor informatie je daarin kan verwachten.
hoe de verwijzing naar de digitale objecten is ingericht, zodat ontwikkelaars daar makkelijk mee aan de slag kunnen. Wat we daaraan toegevoegd hebben is dat het niet alleen per se hele feitelijke documentatie hoeft te zijn, maar je zou bijvoorbeeld ook wat context over de collectie die je beschikbaar stelt kunnen geven. En je zou ook kunnen richtingen kunnen aangeven van, nou ja, wat zou je zelf nou interessante vormen van hergebruik vinden. Dus we proberen dat ook wat meer in een blog, daarom heet het ook een datablog, wat meer in een verhalende vorm te gieten dan dat het per se hele technische, stoffige documentatie is. En tenslotte, en dit is iets wat vaak een beetje vergeten wordt, maar wat we wel heel belangrijk vonden. Wanneer je eenmaal die stap zet om een collectie als open data beschikbaar te stellen, moet je ook bereid zijn dat er vervolgens communicatie gaat ontstaan. Je laat mensen met je collectie werken, maar die mensen hebben misschien ook wel vragen daarover. En dat je als instelling wel ook bereid moet zijn om een soort contactpersoon naar voren te schuiven die met die mensen in gesprek kan gaan en ook die vragen zou kunnen beantwoorden als die binnenkomen. Ik wil het niet heel erg soort van juridisch over licenties hebben, maar in principe komt het qua licentievormen komt het op deze keuzes neer als je wil voldoen aan open cultuurdata. We hebben gezegd, als het om werken gaat, dan in het geval dat ze niet auteursrechtelijk beschermd zijn, geef aan dat het publiek domein is en pas anders een naamsvermelding of een naamsvermelding gelijk delen licentie toe. Wanneer je eigenlijk verder gaat, en dat is het volgende plaatje, en restricties introduceert als bijvoorbeeld geen commercieel hergebruik, geen afgeleide werken, dan heb je het over andere vormen van data. Dat is geen open data, dat is niet vrij herbruikbare data. Nou, zoals ik zei, we begonnen met in 2011 met een aantal enthousiastelingen die snel konden schakelen en snel data beschikbaar konden stellen. En misschien herkennen jullie zelfs wat mensen op deze foto. We waren aanwezig op de eerste hackathon. Ik zie in ieder geval een bekende trui. En zo ziet zo'n hackathon er dus uit voor de mensen die dat niet kennen. Veel ontwikkelaars in een ruimte. Een beamer om informatie over de datasets te presenteren en om de resultaten vervolgens te demonstreren. En wat merkten we? Gelijk werden er 13 apps met cultuurdata gerealiseerd voor die Apps voor Nederland wedstrijd, waarvan er uiteindelijk zelfs 8 ook nog zijn ingediend voor de wedstrijd. En de gouden prijs voor Apps voor Nederland ging niet naar een overheidsdata app, maar die ging naar een cultuurdata app. Dus blijkbaar viel cultuurdata ook in de smaak bij ontwikkelaars die zich bezighielden met dat soort contests. En daar waren wij heel blij mee. Heel snel even een aantal voorbeelden van wat wordt er dan meegemaakt. Nou, in die eerste hackathon werden dingen gerealiseerd als een nieuwe manier om de collectie online te bekijken. Een applicatie die afbeeldingen van het Rijksmuseum in de juiste verhoudingen op een webpagina neerzet. Zodat je niet een standaard formaat afbeelding van een schilderij ziet. Maar je ziet eigenlijk wat zijn nou de grote werken en wat zijn de kleinere werken in de collectie. Een leuke nieuwe manier om het te visualiseren. Een hele simpele quiz waarbij je een werk gepresenteerd krijgt en een multiple choice vraag krijgt waarbij maar één van de antwoorden juist is. Die is uit de juiste metadata gehaald bij het object en de andere zijn gewoon random andere objecten. Heel simpel principe, maar het werkt wel heel leuk. En het was ook heel lastig voor medewerkers van het Rijksmuseum om deze quiz goed door te komen. Wat ingewikkelder, gezichtsherkenningstechnologie toegepast op de dataset van het Rijksmuseum, zodat je kan browsen door de collectie op basis van mannelijke gezichten, vrouwelijke gezichten, gezichtsaanzichten van de zijkant, frontale gezichtsaanzichten. Dus echt de combinatie van een dataset plus technologie om die data te verwerken, zodat daar een nieuwe manier van doorzoeken uit voortkomt. En de winnaar van de Apps voor Nederland wedstrijd destijds Vistory, een van de makers zit ook in de zaal. Een hele mooie manier om de polygooncollectie, die toevallig van beeld en geluid is, waar ik voor werk, een nieuw leven te geven. Doordat je die kan bekijken ter plekke met een mobiele applicatie. Je een scène stil kan zetten wanneer je hem herkent. En vervolgens een foto kan maken met je smartphone van de huidige situatie van die scène. Zodat je toen en nu bij elkaar brengt en ook een hele mooie verrijking van onze data toepast.
Want dat is natuurlijk iets wat wij niet beschikbaar hebben. Dus het is voor ons heel interessant als die nieuwe beelden ook weer beschikbaar komen. Nou, omdat het eerste, de eerste start van het netwerk in 2011 zo'n vliegende start maakte, hadden we door van, nou, hier moeten we wat meer vorm aan geven. En toen hebben we van Beelden voor de Toekomst en Creative Commons wat financiële steun gekregen om het netwerk te verduurzamen. En hoe hebben we dat gedaan? Dat hebben we in eerste instantie gedaan doordat we gewoon wat mankracht hadden. Daarvoor was het allemaal in, nou ja, onze vrije uren. En dan moet je denken aan gewoon contact onderhouden met de data-eigenaren, contact onderhouden met de ontwikkelaars, de website bijhouden, de datasets administreren. Maar wat we ook hebben gedaan, we hebben een masterclass georganiseerd, waarbij we de ervaringen van die eerste partijen die data hebben beschikbaar gesteld en alle uitdagingen die ze daarbij tegenkwamen, denk aan auteursrechtelijke uitdagingen, technische uitdagingen, beleidsuitdagingen, daar hebben we papers over geschreven en daar hebben we een lesprogramma omheen opgetuigd. Waarbij we, ik geloof, 17 deelnemers van allerlei verschillende instellingen in 5 avonden eigenlijk door het proces van een open data set beschikbaar stellen hebben geloodst. En uiteindelijk is dat geresulteerd in dat er op dit moment meer dan 35 datasets beschikbaar zijn uit de culturele sector in Nederland. En een groot deel daarvan zijn deelnemers van die masterclass die we hebben georganiseerd. Wat we trouwens ook hebben gedaan is, we hebben een prijs uitgeschreven voor echt cultuurapps. Dus in plaats van om deze keer weer mee te gaan op een algemene appcompetitie, hebben we een specifieke appcompetitie georganiseerd voor 2012. Om de tijd een beetje te beperken, omdat we ook wat zijn uitgelopen, ga ik even heel snel langs een aantal van die datasets. Eentje daarvan is van mijn eigen instituut, Beeld en Geluid. Dat is een contextuele wiki met informatie over omroepproducties. Er zitten biografieën in, beschrijvingen van producties, beschrijvingen van omroepmedewerkers. En daar zitten heel veel foto's van, je moet het als een soort behind the scenes foto's zien van hoe het productieleven op het Mediapark eruit ziet. Een filmdatabase van het iFilm Instituut met informatie over film in Nederland. Inmiddels is deze wel redelijk beroemd aan het worden, ook met de mooie website die ze gebouwd hebben, maar de hoge resolutie afbeeldingen van het Rijksmuseum van hun collectie, die ze eigenlijk vrij hebben gegeven omdat ze zo lang dicht zijn geweest. Ze wilden toch die collectie naar buiten brengen, ook al konden mensen het gebouw niet in. Even kijken, er zitten ook bijvoorbeeld kaartcollecties tussen, historische kaarten. Fotocollecties van mode uit musea. Het is een redelijk diverse scala aan soorten van informatie en soorten van collectiestukken. We hebben dus ook, wat ik zei, die wedstrijd uitgeschreven. En daarbij wilden we eigenlijk een aantal specifieke opdrachten geven om mensen te stimuleren om echt zinnige apps te maken, gezien vanuit onze blik als de erfgoed in sector zijnde. En daar hebben we gezegd van, we vinden een aantal dingen belangrijk voor inzendingen. We willen kijken naar het vergroten van bereik middels toepassingen die onze open data gebruiken. Nieuwe manieren van interactie met het publiek aangaan. Omdat je op een digitale manier communiceert, zijn er misschien hele andere dingen mogelijk dan in een setting waarbij mensen naar je gebouw toe komen. Bijvoorbeeld een museum of een archief. En op die manier de stukken raadplegen. En ook het verbinden van die datasets. Zorgen dat verschillende collecties uit hun silo's komen en op een hele andere manier gezamenlijk bekeken kunnen worden. En daarvoor hebben we dus een aantal prijzen uitgeloofd. En wat ik eventjes ga skippen is, ik ga even de winnaars van die prijzen laten zien en even illustreren wat voor een soort applicaties daar uitgekomen zijn. De eerste prijs is gewonnen door MuseApp. En dat is een tablet-applicatie waarbij je uitsneden van werken uit onder andere de collectie van het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum kan gebruiken om daar nieuwe werken mee te maken. Dus je kan als het ware die uitsneden zelf op een bepaalde manier in het canvas positioneren. Je kan ze ook helemaal roteren, vergroten. Daarbij maken ze heel slim gebruik van de touch-technologie die een tablet heeft.
En op die manier kun je heel intuïtief op basis van bestaand werk je eigen compositie, je eigen nieuwe werk maken en dat opslaan en ook weer delen. Dat vonden we zo mooie, ook gewoon visueel sterk uitgewerkte applicatie, dat die van ons de eerste prijs heeft gewonnen. Tweede prijs die was voor Histogram. Heel simpel concept, maar we vonden dit vooral heel sterk omdat we hier echt wel een toekomst voor zien. Als een applicatie die als een dienst kan worden uitgerold en waar gewoon ook geld mee verdiend kan worden door de ontwikkelaars, zodat ze dit kunnen blijven uitbrengen. Het is een applicatie die het mogelijk maakt om verschillende beeldcollecties te doorzoeken, daar een beeld uit te pakken en daar een postkaart van te maken, een ansichtkaart van te maken. Heel simpel, maar ja, gewoon heel clever ook. De derde prijs ging naar een spelletje. SimCity voor musea. Kies welk museum je wil zijn. Koop collectiestukken, verkoop collectiestukken. Er gebeuren allerlei rare dingen zoals ministers die een cultuurkorting doen en waardoor je budget eraan gaat. En op die manier proberen het beste museum in Nederland te worden. En die applicatie maakt dus gebruik van daadwerkelijke collectiestukken om die ruilhandel mogelijk te maken. Dus je ziet echt afbeeldingen uit bestaande collecties. Dan was er nog een buitencategorie, ik zal het verder niet uitleggen, maar die was gesponsord door het Nationaal Archief. Waarbij een applicatie waarmee je zelf tijdslijnen op basis van culturele collecties kan maken. En die vervolgens weer delen. Dus je kan bijvoorbeeld, als je geïnteresseerd bent in tennis, kun je allerlei historische foto's en filmpjes van tennis op een tijdslijn zetten en dat delen met je vrienden om een inzicht te geven in hoe tennis er door de jaren heen uitzag. Dat zijn, om eens een idee te geven van wat we bereikt hebben met open cultuurdata, dat geeft denk ik wel een beetje een idee. Veel datasets die vrijgegeven zijn, een enthousiast netwerk wat goed met elkaar samenwerkt en een aantal interessante applicaties die eruit zijn gekomen. Maar we merken ook, daarmee zijn we er nog niet. We hebben een flinke groei doorgemaakt. Maar we merken ook dat er een aantal uitdagingen zijn. Daar wil ik kort ook nog wat over zeggen. Eén daarvan is, en dat kwam ook al als een vraag tijdens de workshop vandaag naar voren, van hoe meet je nou wat vervolgens de impact is voor de culturele sector? Wanneer je zo'n collectie openstelt. Ja, er komen een aantal applicaties uit voort, maar vergroten die bijvoorbeeld nou echt je publieksbereik? En hoe zit het met het publieksbereik wat je bereikt door zelf dat materiaal online te zetten? En wanneer het hergebruikt wordt, heeft het dan nog meer bereik? We hebben daar wel een beetje een beeld van, maar het is moeilijk om dat gestructureerd in kaart te brengen en om daar echt ook in algemene zin uitspraken over te doen. En er zijn een aantal partijen die hebben aangegeven bij ons van, we willen wel zo'n dataset beschikbaar stellen, maar voor ons is het een kostenbaten afweging. Gaan we investeren in onze infrastructuur? Gaan we investeren in digitaliseren of gaan we investeren in open beschikbaar stellen? Dat moeten we ze toch een beetje het antwoord schuldig blijven. Of we moeten verwijzen naar een aantal van de cases die we kennen. En wanneer het om hergebruik gaat, wordt je materiaal op een andere manier gebruikt dan wanneer mensen het bijvoorbeeld op je website raadplegen. Hoe waardeer je dat ten opzichte van elkaar? Is dat meer waard? Is dat minder waard? Is dat soms meer waard? Is dat soms minder waard? Dat is heel lastig om te bepalen. Dan moeten we echt iets voor bedenken en dat vervolgens gaan bijhouden. En dat zit hem dus ook met, dat is een beetje hetzelfde punt, maar wat vind je nou belangrijker als instelling? Moet het altijd het bereik via je eigen website lopen of is het juist interessant dat er allerlei externe kanalen ontstaan? Dit zijn dus dingen waar wij nog geen antwoord op hebben, of tenminste niet genoeg. Maar wat we wel hebben bepaald is dat we dit jaar een initiatief willen starten om daar antwoorden op te gaan verzamelen. We willen gaan nadenken over hoe zouden we dit nou idealiter gaan meten? Wat voor een meetmodel willen we daarvoor hanteren? En vervolgens willen we ook iemand, echt alle data-eigenaren die nu materiaal beschikbaar stellen, langs laten gaan om dat meetmodel toe te passen en om op een periodieke manier die data te gaan verzamelen, zodat we in ieder geval het komende jaar een dataset gaan opbouwen waarbij we die cijfers wel hebben en daar misschien wel in algemene zin wat meer over kunnen zeggen. Dus het is iets waar we mee aan de slag gaan. Een van de voorbeelden waar ik wel wat cijfers over kan geven, zodat jullie toch een beetje een idee hebben van wat het kan doen, maar misschien niet per definitie zal doen,
is het Open Beelden Platform. Wat een platform is wat door Beeld en Geluid is ontwikkeld in samenwerking met Kennisland, wat ook onze partner in Open Cultuurdata is. Waarmee wij de audiovisuele collectie van Beeld en Geluid gedeeltelijk beschikbaar stellen als open content. Het platform is zo gebouwd dat het echt die openheid in alle lagen heeft. Dus het is open source software, het maakt gebruik van open formaten, open standaarden, het heeft een open API. En het materiaal wat erop is, is ook als open content, dus auteursrechtelijk gezien ook herbruikbaar beschikbaar gesteld. Daarvoor gebruiken we de eerder genoemde naamsmelding gelijk delen licentie. En het is allemaal materiaal wat uit onze Polygoon-collectie komt. Dat zijn de historische bioscoopjournalen die de meeste van jullie wel kennen, waarbij voornamelijk Philip Bloemendaal met een wat nasale stem vertelt wat voor een gebeurtenissen er weer in Nederland zijn geweest. Ze zijn geproduceerd tussen de jaren 20 en de jaren 80 en geven dus ook een mooi historisch beeld van de periode die ook ongeveer de audiovisuele geschiedenis beslaat. En dat is niet onze hele collectie. Dat is echt een speldeprik van onze collectie, waar wij toevallig door historische gebeurtenissen de auteursrechten over hebben als archief. Maar het gros van onze collectie kunnen wij helemaal niet op die manier beschikbaar stellen. Dat is ook gelijk weer een beperking van open cultuurdata. Je moet wel de toestemming hebben of zelf de rechten hebben om materiaal voor hergebruik beschikbaar te stellen. En om het een beetje in perspectief te plaatsen, als je kijkt naar onze gehele collectie, dan is wat wij nu als open content beschikbaar stellen, is 0,015% van de hele collectie van Beeld en Geluid. Dus dat is echt een heel minimaal deel. En het is ongeveer 22% van de collectie die wij beschikbaar kunnen stellen zonder dat we om toestemming hoeven te vragen. Dus we zijn bezig, maar er zijn ook nog wel wat stappen te zetten wat open cultuurdata betreft. Maar ons punt is juist, dat hoef je niet te weerhouden om toch die eerste stappen te zetten. En dat is ook altijd het uitgangspunt van ons initiatief geweest. Maar als je dan kijkt wat dat vervolgens aan een impact genereert. Dit is de impact die we via de website zelf genereren. Nou, afgelopen jaar iets meer dan 100.000 bezoekers. Als je kijkt naar weergaves van de items, die worden op de website zelf ongeveer 16.000 keer bekeken. De API die wordt heel veel gebruikt. Het zijn niet verkeerde cijfers voor een erfgoedinstelling, maar is ook weer niet iets om super warm over te worden. Maar, ik zei het al, die API die is heel veel aangesproken. Dus blijkbaar wordt er toch veel gebruik van het platform gebruikt buiten de website zelf om. En dat klopt, want wij zijn eigenlijk met Open Beelden een doorgeefluik voor allerlei andere initiatieven die open data van ons gebruiken. Denk aan Europeana, wat een grote zoekmachine voor erfgoed in Europa is. Denk aan het Internet Archive, die onze hele collectie overkopiëren, zodat die ook in Amerika op een server staat. Denk aan Wikimedia, wat ik eerder noemde. En denk aan een aantal andere projecten. En Wikimedia is een interessante case, want daar krijgen wij ook cijfers over. Wikimedia, of ik moet eigenlijk zeggen Wikimedia Commons, is het mediaarchief van de projecten van de Wikimedia Foundation. Een van die projecten is Wikipedia, dat zal iedereen kennen. En altijd als je een plaatje ziet op Wikipedia, dan staat dat op Wikimedia Commons. Ze hebben daarvoor alleen maar materiaal wat in hun eigen mediaarchief staat. Dat is policy van de Wikimedia Foundation. Zo hebben ze de zekerheid dat het materiaal altijd getoond kan worden, omdat ze alleen van hun eigen servers afhankelijk zijn. En ze kunnen zo ook controle houden op de daadwerkelijke vrije beschikbaarheid van dat materiaal. Dat het voldoet aan de open data en open content standaarden die Wikimedia hanteert. En omdat wij op dat archief beschikbaar zijn, doordat open beelden daarvoor een doorgeefluik is, kunnen dit soort dingen gebeuren. Dit is een artikel over Moederdag in het Engels op Wikipedia. En daar staat een audiovisuele illustratie bij van Beeld en Geluid. Of van een polygoon item uit onze collectie. Om wat meer contextinformatie te geven bij dat artikel. En dit wordt niet door ons gedaan, dit wordt door vrijwilligers die Wikipedia bewerken gedaan, omdat het beschikbaar is in dat archief.
Dat materiaal wordt ook netjes aan ons toegewezen. En als je dan kijkt naar de statistieken, dan wordt het wat interessanter. Het afgelopen jaar hadden we ongeveer 1600 items die via open beelden op Wikimedia beschikbaar waren. En die werden in net zoveel artikelen werden die hergebruikt. Dus er waren net zoveel artikelen waarin zo'n audiovisuele illustratie voorkwam. En dat waren artikelen die in meer dan 60 talen geschreven waren. Dus het is gelijk ook een veel ontzettende, maak je publiek veel diverser. En als je optelt hoe vaak die artikelen in een jaar tijd bekeken zijn, waarop dus dat materiaal beschikbaar is, dan was dat in het afgelopen jaar 40 miljoen keer. Dus er zijn 40 miljoen keer artikelen bekeken op Wikipedia, waarop een audiovisuele illustratie, noem ik het maar even, uit de Polygooncollectie te zien was. Krijg je wel gelijk weer de vraag van hoe ga je nou meten, hoeveel belang hecht je daaraan? Maar persoonlijk zou ik zeggen, voor een instituut als Beeld en Geluid is het heel erg belangrijk dat ons materiaal in een goede context bekeken wordt. Dus dat het ook tegemoet komt aan de informatiebehoeften van iemand. Dus als iemand zin heeft om wat meer te lezen over Moederdag en daarvoor een artikel gaat lezen en dan ons archiefmateriaal tegenkomt, lijkt mij dat een hele betekenisvolle manier om mensen in contact te brengen met onze collectie. En wat we dus geleerd hebben met dat open beelden project is dat wanneer je wil dat het hergebruik op grote schaal gebeurt, het belangrijk is dat je echt zo'n infrastructuur hebt die op al die niveaus open is, zodat je het zo makkelijk mogelijk maakt voor partijen om het her te gebruiken. Het ook belangrijk is dat je praat met de gemeenschappen achter de projecten die je hergebruiken. Wij zijn dus ook in nauw contact met vrijwilligers van Wikimedia en van Wikipedia om te zorgen dat dit mechanisme blijft werken. En om in de gaten te houden van wat gebeurt er nu op dat platform. Daarom krijgen wij bijvoorbeeld die statistieken ook aangeleverd. En wanneer je kan, en dat is ook wat bijvoorbeeld met die hackathons gebeurd is, ga naar buiten met je dataset. Als je echt wil dat die hergebruikt wordt, moeten mensen ook weten van het bestaan ervan. Dus als je in staat bent om het te doen, is het altijd goed om het te promoten. En dat is gelijk ook weer een goede manier om met die gemeenschappen in contact te komen. Nog even een laatste slide over wat we nog gaan doen. We hopen in 2013 weer zo'n masterclass te organiseren. Dus ben je betrokken bij een culturele instelling en wil je meer leren over het open beschikbaar maken van een set uit je collectie? Laat dat dan weten, want hoe meer mensen geïnteresseerd zijn in die masterclass, hoe waarschijnlijker het is dat die er ook zal komen. We hebben daar gewoon deelnemers voor nodig. Zoals ik al zei, we gaan een model bedenken om die impact wat inzichtelijker te maken en dat meten. En we zien nu al dat er bijvoorbeeld in België ook een open cultuurdata netwerk is ontstaan. Dus het is ook iets wat internationaal gaat en dat vinden we heel mooi. En ik denk dat ik daarmee afsluit. Bedankt. Dankjewel Maarten. We lopen een klein beetje uit de tijd, maar ruimte voor één vraag nemen we in ieder geval. In aanvulling op het verhaal van Maarten. Iemand met een vraag? Niemand. Nou, dat scheelt weer tijd. Maarten, ontzettend bedankt voor je inbreng. Ik vind zelf zeg maar, de opening van Cultuurdata, die we de afgelopen jaar, anderhalf hebben gezien, dat heeft mij als een soort rondreizend prediker van open data enorm geholpen, omdat ik nu ook ineens hele mooie plaatjes kan laten zien van toepassingen. Dus die Muse app bijvoorbeeld, die maakt het ineens ook veel visueel aantrekkelijker om dingen te laten zien. En dat alleen al is heel waardevol voor het versterken van open data elders buiten de culturele sector. Dus dank je wel daarvoor. We gaan snel door. We hebben eerder vandaag in de track over linked data hebben we een discussie gehad. Er is een online groep op LinkedIn waarover linked data wordt gesproken. Dat lijkt ook een goede omgeving om over linked dingen te spreken natuurlijk. En daar zijn de afgelopen een paar weken zijn er meer dan 50 stellingen verzameld rondom open data. En vandaag was de dag dat die linked data groep ook een beetje bij elkaar kwam en elkaar face-to-face ontmoette. En ik denk niet dat ze alle stellingen hebben gedaan. Volgens mij is er maar één uitgepikt.
Daar krijgen we even kort een beetje feedback op over hoe dat ging. Zodat we in ieder geval met de antwoorden uit dat debat naar huis kunnen gaan. En je hebt formeel een kwartier. Maar elke minuut die je bespaart, dan maak je een held. Niet nodig, niet nodig. Mijn naam is Mark Rijnveld. Ik werk voor Rotterdam Community Solutions. Nou, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Even een correctie, dagvoorzitter. Ja, dit is de LinkedIn-groep Open Data Nederland, waarin dit allemaal gebeurde. Daar hebben we het vooral over open data. En mijn interesse, ik stelde eigenlijk altijd een vraag van, is er nou op dat event, is er nou nog een mogelijkheid om die mensen uit die groep eens een keer tegen te komen? Het is toch zo'n beetje 1000 man die ingeschreven zijn. 100 actieve leden, van kan ik die een keer tegenkomen? Toen zei hij van, nou, goed idee, organiseer het zelf. En nou, dat vond ik op zich goed. Ik denk van, hoe gaan we dat nou doen? Hoe organiseren we dat dan zelf? Ja, laten we gewoon wat leuks doen met een beetje interactie, een debatwedstrijd. Dus inderdaad, de groep de vraag gesteld, kom eens met leuke stellingen. Nou, de kaartjes die in ieder geval een aantal van u heeft, daar staan op het rode kaartje, het oneens kaartje, staan een hele hoop stellingen al opgeschreven. Maar dat was ten tijde van het drukken van het kaartje en daarna is er enorm veel bijgekomen. En daar zitten hartekreten bij, daar zitten geloofsovertuigingen, daar zitten cynische opmerkingen, daar zit eigenlijk van alles in. Wat we nu eigenlijk gaan doen, want we hebben een debatwedstrijd gehouden rond stelling nummer 14 die hierop staat. En dat is open data is de olie van de 21ste eeuw. En één ploeg heeft gezegd dat hij met die stelling eens is. De andere ploeg heeft gezegd dat het met die stelling oneens was. Voordat ik nou de winnaar van die wedstrijd hier naar voren vraag om het slotpleidooi nog een keer overnieuw te doen, wil ik wel even weten in deze zaal, wie is het eens met die stelling dat data de olie van de 21ste eeuw is, open data? En wie is daarmee oneens? Laat uw kaartjes even zien. Want dat kan een mooie uitdaging zijn voor de... Oké, ik zie veel eens hier. Ja, het is een beetje gemixt. En er zijn ook mensen die geen kaartjes hebben. Misschien even de mensen zonder kaartjes. Wie is het eens? Ja, de mensen zonder kaartjes. Ja. En wie is het oneens met die stelling? Oké, nou, het is hier een beetje 50-50. Ik zal u verklappen dat in de groep... want als je een debatwedstrijd houdt, dan gaat het natuurlijk vooral om het aandragen van de goede argumenten. Om de welbespraaktheid. Dat soort zaken. En het team oneens had dat dik gewonnen. Dus ik wil eigenlijk één van de twee mensen uit het oneens team vragen om... hier nog één keer het slotpleidooi te komen houden waarom open data niet de olie van de 21ste eeuw is. Ja, jij hebt dat met Marcel afgesproken. Dimitri gaat het doen. Ja. Kijk, dus hou u vast. Een slotpleidooi, hij heeft er maar 2 minuten voor, dus dan zijn we ook klaar. Alsjeblieft. Nou, hallo. Ja, dan ben ik mooi klaar, maar, hè? Maar goed. Ja, ik ben het dus, of wij waren het oneens met deze stelling. Althans, waren het oneens, we moesten dat in ieder geval verdedigen. En ik ben erover na gaan denken, en inmiddels ben ik het echt oneens met deze stelling. Maar het is maar net hoe je hem interpreteert, zeg maar. Er waren verschillen in de interpretatie van deze stelling. En die van mij was in ieder geval dat het ook echt gaat lukken. Dus dat het in de 21ste eeuw gaat groeien zoals we het allemaal voor ogen hebben. Inclusief mijzelf. Wij denken van niet. En dat heeft een aantal redenen. Vooral de angst bij het publiek, bij de burger. Dat is al vaker aangehaald vandaag. Privacy, beveiliging, et cetera. Nou, we zitten hier met een hele grote groep bij elkaar die er allemaal in ieder geval denkverstand van te hebben. Ik ga ervan uit dat het ook echt zo is. Daar leven ook al die vragen. En dan krijg je dus tegenargumenten als zijnde van, nou ja, maar dat is helemaal niet zo. En Facebook heeft die gegevens allang, et cetera. Maar dat ga je mijn moeder niet vertellen. En een heleboel andere mensen uit het volk ook niet. En als het gaat om overheidsopen data, dan moet de overheid toch het volk dienen, zeg maar. En ik denk niet dat ze dat verkocht krijgen. Beveiliging al helemaal niet natuurlijk. Als je ziet wat voor lekken er allemaal zijn in DigiD en noem maar op. Zet het SQL-signaal maar aan en alles is zo lekker als een mandje. Dus dat gaat op heel veel verzet stuiten. Dusdanig veel verzet dat de overheden niet mee gaan werken aan het geven van die data. Blijkt nu ook al heel moeilijk.
En dat heeft ook een ander probleem, namelijk dat het allemaal log en stug gaat in ambtenaarswereld. Ik weet niet of hier ambtenaar zijn, volgens mij wel. Nou, ik ben wel voor 5 uur klaar, denk ik, dat scheelt. Maar, grapje, maar kijk, het is, ja, ben ik al die 2 minuten heen of niet? Want, ja, goed. Groot probleem was eigenlijk dat er geen opt-out mogelijk is. We zitten in een land waarbij je voor een donorcodicil expliciet moet aanmelden. Dat kan allemaal niet. En de overheid gooit nou gewoon een heleboel data gewoon zomaar te grabbel. En het argument tegen is weer van, ja, maar het is niet zo. En die data is er al. En die is al open. En het zijn niet jouw persoonsgegevens. Maar nogmaals, maak dat de gemiddelde burger maar wijs. En het mooi voorbeeld, een real life voorbeeld van een klant van ons is. Het is een vraag- en aanbodsite hebben wij voor een klant gemaakt. En daar kun je dus op basis van postcodegebied zien ja, wat daar voor vraag en aanbod werd gedaan. Sterker nog, dat kon je op basis van 1 postcode zien, dat wij de BAG voor gebruiken. Nou, en onze klant zei, haal dat eraf, want wij krijgen heel veel verzet van onze klanten. Die willen dat niet, die willen niet dat mensen dat weten. Nou, dan kun je praten als brugman, maar dan gaat het niet door. En zodoende ja, denken wij dat het op heel veel verzet gaat duiden. Ja. Geloven wij er niet zo in, eigenlijk? Althans, ik niet. Het kan wel, maar voorlopig nog niet. In ieder geval niet in de 21ste eeuw. En helemaal niet als in Korea nou helemaal doorgaan met die bommen, maar want dan is het zo afgelopen. Maar los daarvan, ja, het is een hele mooie droom en ik sta er ook absoluut achter, want dat moet ook wel. Want ik hoop ook dat wij bedrijven als waar ik voor werk, daar heel veel business uit kunnen halen. Dus ga vooral door. Blijf vooral proberen. We hulp nodig met het ontsluiten van die data kun je ook bij ons terecht. Dat is allemaal het punt niet. Maar ja, wij vonden het heel erg optimistisch en te optimistisch om het de olie van de samenleving te noemen, zeg maar. Zodoende. Nou. Dankjewel, Dimitri. Ja, je mag weer gaan zitten. Ja, het is, ja, nee, dankjewel voor deze samenvatting van de discussie. Het is ook fijn dat je eindigt op een flinke kritische toon, want dan kunnen we daar weer iets tegenover zetten wat misschien weer wat nieuw optimisme aanbrengt. We gaan namelijk naar de afsluitende keynote van vandaag. Die wordt gegeven door Joeri van Geest. En jullie kennen Joeri misschien van events als Mobile Monday en Quantified Self events, waar mensen meten aan hun eigen lichaam. En Joeri is thuis in alles wat met mobiel internet te maken heeft en houdt zich onder andere ook bezig met het samenkomen van allerlei opkomende technologieën. En open data is er daar eigenlijk één van. En hij is dan ook niet voor niets betrokken bij de Singularity University. En misschien hebben jullie maandag tegenlicht gezien. Dat ging over overvloed en open data is ook zo'n bron van overvloed. En Joeri gaat ons meenemen in de toekomst van datatoepassingen. Joeri, als je er klaar voor bent, aan jou het woord. Dankjewel, Ton. Nou, goed hier mee te zijn. Geweldig. Het wordt wel een turbo speech, dus ik hoop dat jullie nog energie hebben na zo'n lange dag. Is dat zo? Zijn jullie er klaar voor? Mooi, ik heb 42 slides en 40 minuten, dus dan weet je het wel. Ik wacht even tot die gereed is en dan ga ik snel van start. Nou, ik ben dus Joeri van Geest, ik ben al goed geïntroduceerd. Ik ga het kort houden over een paar dingen. Singularity heel kort, dus de Universiteit van NASA, Google, Cisco en Autodesk en Silicon Valley. Internet of Things, Quantified Self en de implicaties. Aan het einde abstraheer ik naar een soort toekomstbeeld die ik heb ontwikkeld. Alles gaat over data, alles is natuurlijk ook data. Open data, big data, maar ik ga het wel iets breder trekken dan de afgelopen paar uur. Volgende. Volgende. Dit is even heel kort een uitstapje privé. Dit is mijn zoon Sydney, nu 7 weken oud. Mijn persoonlijke singularity moment, zeg maar. Ik ga nu een heel technologisch verhaal houden, maar uiteraard gaat het niet alleen maar om technologie. Dus even een disclaimer vooraf. Nou, Singularity University, opgericht door Peter Diamandis. Onder meer CEO van de XPRIZE. Heb ik 4 space startups en Ray Kurzweil, waarschijnlijk wel bekend. De Singularity is neer, New York Times bestseller, futuroloog, een van de grootste ter wereld.
Universiteit is opgericht door NASA, Google, Singular of Cisco, Autodesk en Kaufman Foundation. Houdt zich bezig met het opleiden van nieuwe en bestaande leiders om de grote maatschappelijke en mondiale vraagstukken op te lossen in de wereld door middel van een combinatie van opkomende exponentiële technologieën. Wat zijn die technologieën dan? Biotechnologie, nanotechnologie, neurotechnologie, artificial intelligence, robots, 3D-printers, nieuwe energiesoorten, ruimtevaart, mobiel sensoren en social networks, maar ook drones. Nou, al die ontwikkelingen zijn, of technologieën, zijn zich nu exponentieel aan het ontwikkelen. Verdubbeling capaciteit elk jaar, soms zelfs sneller, of halveren in kosten. Dat komt onder meer door Moore's Law. Volgende. Wat is dan belangrijk hieraan? Lineaire groei is anders dan exponentiële groei. Dat weten jullie natuurlijk beter als geen ander in Eindhoven, vanwege ASML. Maar de grap is dus dat heel veel technologieën die ik zojuist noemde nog in de beginfase zich bevinden, maar die gaan de komende 5 jaar steeds belangrijker worden in termen van meer adoptie in de maatschappij, klanten, et cetera, meer mainstream. Volgende. En eigenlijk Moore's Law, daar de meningen verschillen daar een beetje over, ook wetenschappelijk gezien, maar sommigen zeggen ja, het bestaat nu 40 jaar. Sommigen zeggen 100 jaar, zoals Ray Kurzweil. En dat is eigenlijk een vrij constante ontwikkeling. Ongeacht conjunctuur, oorlogen, et cetera. Dus het lijkt een soort technologische voorspelbaarheid te zijn op macroniveau. Niet op microniveau, maar echt op macroniveau. Volgende. En Moore's Law komt nu van de digitale wereld in de echte wereld terecht. De echte wereld is dan de wereld van atomen, genen en neuronen. En waarom is het zo belangrijk, die exponentiële groei? Nou, in het begin maakt het niet zoveel uit. Volgende. Stop, ja. Maar als ik bijvoorbeeld een korte case kan duiden. Als ik 30 stappen lineair neem, kom ik uit op 30 meter. Maar als ik 30 stappen exponentieel neem, kom ik uit op 1 miljard. Dat zien we ook hier. Oftewel 26 keer de aarde om. Dat is dus de impact van die singularity. Hè? Die convergentie, die combinatie van al die gebieden, leidt tot een enorme versnelling van de wereld. Een snelheid van innovatie ook, neemt toe. En hier zien we al in technologie, ja, ik ga er niet op detail in qua tijd. Maar hier zie je dus die 10 technologieën die ik zojuist noemde, bio, nano, neuro, AI, robotics, etc. Maar je ziet dus hier dat per bolletje heb je weer 10 subtechnologieën die ook allemaal exponentieel aan het ontwikkelen zijn. Nou, wat zijn dan de metatrends van Singularity? Even heel kort, 1 is do-it-yourself. Dat zien we ook bij Tegenlicht de afgelopen maanden en al die uitzendingen van VPRO televisie, aanraden trouwens. Mensen gaan steeds meer zelf doen, los van grote organisaties, overheden of R&D labs, wat vroeger natuurlijk belangrijker was. Technologie democratiseert en neigt naar nul toe, hè, Chris Anderson, over tijd. Maar ook peer-to-peer, mensen gaan steeds meer connecten, hè, thema van de dag. Dus onderling dingen creëren, collaborative consumption, we zijn ook wel een paar keer gehoord vandaag, sharing, lending. Mensen gaan dus dingen zelf maken, in kleine groepsverband of individueel, en ook onderling dingen uitwisselen. Andere modellen ontstaan, businessmodellen, meer coöperatieve, nieuwe eigendomsverhoudingen. En het mooie is nou hiervan, vind ik, de afgelopen 30 jaar was natuurlijk internet, IT, mobiel, et cetera. Met Moore's Law, bits, zien we linksbovenin. Maar diezelfde ontwikkelingen, die hele evolutie, die patronen en die mechanismes van de afgelopen 30 jaar, die gaan we nu dus meemaken in de wereld van genen, de biotech, neuronen, neurotechnologie, maar ook atomen, denk aan 3D-printers, maar ook nanofabrieken op lange termijn. Volgende. Oké, dit vind ik een leuke slide. Waarom? Als je kinderen hebt, die leren lezen. Dus het lezen, kopiëren en remixen van tekst, alfabet, en dan schrijven van alfabet, van teksten. Dat hebben we nu ook met bits gedaan, softwarecode, afgelopen 30 jaar. Maar dat gaan we nu ook doen. Dus lezen, kopiëren, remixen en schrijven, maar dan met atomen, 3D-printers en 3D-scanners. Maar ook met genen. Klinkt scary, maar het gebeurt nu al. Je kan dus DNA uitlezen, DNA sequencing, dus dan maak je van genen maak je het digitaal, dan kan je het gaan remixen, want genen zijn biobricks, Lego-blokjes, die kan je gaan remixen. En dat print je uit via een DNA-printer. Dat gebeurt nu al wereldwijd, via de iGEM-competitie van MIT. 10.000 studenten, groeit elk jaar exponentieel trouwens ook. En die creëren dus nieuwe organismes, as we speak. Volgende. Nou, waar leidt het allemaal toe? Even op hoofdlijnen, ik ga er snel doorheen, want ik heb veel te vertellen vandaag.
Dit zijn allemaal films die iedereen kent, hè? Science fiction films, klassiekers, et cetera, Hollywood. Tuurlijk overdreven, een beetje zwart-wit, gepolariseerd, simplistisch, waar. Maar deze films gaan wel bewaarheid worden, sterker nog, zijn het in sommige gevallen al. Minority Report, kennen jullie waarschijnlijk wel, bestaat al. We leven al bijna in die wereld. Blade Runner, 2000 Man, Space Odyssey, IBM Watson, Artificial Intelligence, Total Recall, het web zelf, Gattaca over DNA, grote ethische vraagstukken rondom biotechnologie en DNA, genomics, gaat een rol spelen. Al deze films gaan we de komende 10, 20 jaar steeds meer herkennen. Maar het grappige is ook dat science fiction is eigenlijk een ultieme vorm van social engineering. Zo kan je het ook zien. Volgende. Oké, Internet of Things. Dat is eigenlijk een pilaar binnen Singularity. Dat is een heel groot complex gebied. Het gaat over data. Net als Singularity. En die data komt nu overal vandaan. Niet alleen maar uit computersystemen, maar auto's, lichamen, speelgoed, bruggen, gebouwen. Alles wordt open, dynamisch en interactief. Gaat praten. Volgende. En steeds meer met elkaar verbonden. Smart cities hebben we vandaag al over gehad, volgens mij. Mooie ontwikkeling, dan komt alles bij elkaar. Wat ik zojuist noemde. Maar alles wordt eigenlijk ook een app. Je hebt software will eat the world. Vroeger, hè, digitaal. Maar software will eat the world. Kortom, alles wordt software. Een auto is geen hardware meer zoals vroeger. Het is gewoon software, zegt BMW bijvoorbeeld ook, Mercedes. In toenemende mate. Het is een open platform met een open API. En daaromheen bouw je apps. Verschillende apps met hackers, developers, hackathons, developer days voor auto's. Vroeger voor mobiele apps, nu voor auto's, nu voor speelgoed, voor gebouwen binnenkort, bruggen, et cetera. Dus Apple gaat druk krijgen en Google Play ook. Veel bredere toepassingsgebieden. Volgende. Dit zei ik zojuist al. Een van de takeaways voor vandaag wat mij betreft, in mijn verhaal. Alles wordt een open platform en een open API. Inclusief lichamen, objecten, dingen. Volgende. En dat leidt tot een aantal voordelen. Het gaat maar nooit om technologie. Hè. Ik praat wel over technologie, dus mijn passie en mijn roeping, et cetera. Maar het gaat maar om de effecten, de gevolgen, de waardeveranderingen als gevolg van technologie. Nieuwe technologie. Pardon, even terug. Als je al die sensoren bij elkaar neemt, al die nieuwe interactieve objecten, wat krijg je dan? Meer efficiëntie, meer effectiviteit, meer samenwerking. Maar vooral meer openheid, dus meer open data, waar we het hier over hebben. Veel meer big data mogelijkheden. Veel meer, want big data is in essentie het combineren van data. Ja, schaal en diepgang en actualiteit, real time. Dat gaat toenemen. Maar het mooiste vind ik, die laatste twee, dat vind ik echt key. 1. Meer preventie. Hoe meer data je hebt van al die systemen, objecten en entiteiten, hoe meer je aan preventie kunt doen. In plaats van correctie, gezondheid. Dat was vroeger niet mogelijk. Dus qua zorg, preventie qua educatie, preventie van traffic jams, et cetera. Dat is een mindshift, een gamechanger. En de laatste natuurlijk het allerbelangrijkste. We hebben meer data, dus we kunnen ook meer aan crowdsourcing health doen. Crowdsourcing education, crowdsourcing traffic. Pandemics, hoe gaan we daarmee om? Pandemieën op basis van data. Volgende. Oké, een auto zendt data uit. Dit is de robocar van Google, waarschijnlijk wel bekend. Over 10 jaar ook in Nederland, een beetje laat. Nu draait hij namelijk al in 6 staten in Amerika, juridisch goedgekeurd. Heel veel data. Software will eat the world. Volgende. Ook wel, ga ik even sneller doorheen, maar ook data in fysieke retailketens, winkels. Je pakt een hanger op van een kledingitem, de koopintentie wordt gemeten via RFID. Dat is ook data, daar kan je ook iets mee doen. Ook open data, wellicht op lange termijn. De onderste zie je CNA in Brazilië. De Facebook likes van de digitale wereld zijn geprojecteerd, real-time, in de fysieke items, kledingstukken. Hoeveel mensen vinden dit kledingstuk leuk? Mooie convergentie, mixed media, mixed reality. Volgende. Kleding. Kleding wordt ook steeds meer media. Nu nog niet, binnenkort wel. Heel veel partijen werken hieraan, weet ik. LED-lampjes, 10.000 op kledingstukken. Kan je dus een YouTube-video beamen op je eigen kleding. Dat delen tijdens een discoavond, et cetera, of een feestje. Volgende. Smart clothing, ook belangrijk. Hè? We hebben het over Internet of Things. Alles wordt open, interactief en dynamisch. Ook kleding, naast gebouwen en auto's. Dat zien we ook hier. Je kan je vital signs meten bij baby's, maar ook bij defensiepersoneel, politie, brandweer.
ziekenwagen of ambulancepersoneel, et cetera. Maar dat gaat verder dan dat. Dit gaan ook mensen binnenkort als sporter gebruiken. Hè? Of normale mensen zoals u en ik. Gewoon normale burgers die dit soort dingen gaan dragen. Die worden heel erg goedkoop. Al die sensortechnologie. Je hebt nu 50 sensoren, die gaan allemaal naar nul toe qua kosten. Smart dust. Moore's law. De exponentials gaan ook daar steeds meer een rol spelen. Vooral de combinaties van sensoren. Volgende. Dat brengt me bij het volgende gebied. Daar ben ik heel enthousiast over. Ik ben medeoprichter van Quantified Self Europa in Amsterdam. Daar ben ik nu 3-4 jaar mee bezig. Is ontstaan bij Kevin Kelly en Gary Wolf in Silicon Valley van Wired Magazine. Een van de oprichters, waarschijnlijk wel bekend. Kevin Kelly is een van de grootste futuristen ter wereld, vind ik nog steeds. Mooie auteur. En het gaat over het kwantificeren van jezelf, je geestelijke en je lichamelijke gezondheid, door middel van smartphones en sensoren op en in je lichaam. En je kan nu alles al bijna meten van jezelf, al jaren eigenlijk. Volgende, ik laat er een paar van zien. Je hebt nu 600 tracking devices, de afgelopen 3-4 jaar ontstaan, gaat naar de 1000 dit jaar, waarmee je alles kunt meten. Je cholesterol, je bloeddruk, je hartslag, je suiker, je depressie, je focus, je leerimpact, dus herkenning kun je meten. DNA-test voor HIV, malaria, tuberculose, diabetes type 2, SOA's met problemen met lippen en chip devices. Je hebt allerlei sensorapparatuur, je rugpijn ook trouwens. Echt alles waar we nu ons zorgen over maken qua zorg in Nederland, die 80, 90 miljard euro per jaar, kunnen we steeds meer zelf gaan meten en tracken en loggen en bijhouden en ook delen. En dat is belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Nou ja, crowdsourcing health. Als iedereen zeg maar die gegevens gaat delen, wel opt-in, permission basis, dus met toestemming. Hè, privacy is inderdaad een belangrijk punt, horen we dus juist. Ben ik het mee eens. Maar ik ben bereid om mijn data te delen. Waarom? Als ik deze data deel, dan heb ik een bijdrage aan maatschappelijke relevantie en doelstellingen. Ik voorspel, over 10 jaar is de default anders. Dan ben je gek als je je data niet deelt, want dan word je als egoïst bestempeld. De default will change. Nu ben je slim, privacy, et cetera, angst, bang, dingen bij jezelf houden, controle. Over 10 jaar is het andersom. Net zoals bij de donorcodociel. Dat is ook veranderd de afgelopen 10 jaar. Dat gaat hier ook mee gebeuren. Met medische gezondheidsdata. Volgende. Hier zien we een paar voorbeelden, waarschijnlijk wel bekend. Jullie kennen waarschijnlijk wel de Fitbit of de Nike Fuel. Heel populair. Kunnen mensen met een armbandje kun je meten wat je calorieverbruik is, hoe stappentellers, et cetera. Hoe fit je zeg maar, opstelt gedurende de dag. Mensen kunnen alles al meten. Heel populair. Miljoenen mensen maken hier gebruik van. Maar je ziet ook hier EEG-sensoren, het midden onderin zie je de Lumobec. Dat is een sensor die meet je houding, je posture, voor je onderrug. 4 miljoen mensen hebben daar last van in Nederland. Kost iets van 100 euro, 200 euro, Lumobec. Maar die corrigeert ook wanneer dus je houding niet goed is in je stoel. Wauw, effectief. Volgende. Oké, ook een mooie. Mobiele apparaatjes. We hebben natuurlijk sensoren op en in je lichaam, daar kom ik zo op terug. Maar het is niet comfortabel, niet convenient. Wat volgens mij slimmer is, is gewoon al die sensoren in de smartphone zelf bouwen. Dat gebeurt dus nu al. Deze heeft 7 nieuwe sensoren geïntegreerd in de smartphone zelf. Helemaal niks anders nodig heb je nodig. Kan je alles meten. Vetpercentage, ECG, hartritme, oxygen, bloedzuurstof, temperatuur. Staat er allemaal op, stress. In de smartphone zelf. Is nu op de markt. Israël ontstaan, de rest van de wereld komend jaar. LifeWatch. Volgende. Dit is een van mijn favorieten. Dit geeft de impact aan van data waar we het hier over hebben. En al die technologieën waar ik het over heb. En het delen daarvan. Dit is Asthmapolis. Je hebt een apparaatje. Als je een astma-aanval hebt, klik je op de knop. Heb je een location en timestamp. Dat gaat naar de server. Al die gebruikers hiervan doen hetzelfde. En wat kan je dus doen? Je kan al die data dus aggregeren, anonimiseren. Dus geen privacy issue. En dan kan je ook, omdat je die locatiestamp hebt, die location, die GPS-gegevens, kun je dus makkelijker de oorzaak van die astma-aanvallen bepalen. Wat vroeger in New York, in Manhattan, is een real life case, 4 maanden kostte om de oorzaak te vinden van een astma-aanval, doen ze nu in 3 dagen. Dat is de shift waar ik het over heb. Dat is singularity, dat is de versnelling, dat is die radicale innovatie waar ik het over heb. Dit geldt niet alleen maar voor de pandemie of voor healthcare, dat geldt voor al die systemen waar ik het over heb. Zojuist, bij Internet of Things, bij traffic jams, bij educatievraagstukken. Veel breder dan dat. Volgende. Oké, wat is nou de cutting edge qua quantified self? Het kwantificeren van jezelf. Dit is MC10. Het zijn nanotattoo-sensoren. Die kun je dus als een soort pleister op je lichaam plakken. Die kan je ook dragen in de douche, in het water. Kan je mee zwemmen. En die meten vrijwel alles. Temperatuur, zuurstofniveau,
Zonnebrand voor je kinderen op strand. Je dehydratatie, oftewel vermoeidheid. Voor heel veel beroepen is dat van belangrijk. Is dat belangrijk? Piloten, noem maar wat, politieagenten, defensiepersoneel, et cetera. Kost niks. Zo klein. Bestaat nu. Op de markt gebracht, dit jaar. En geen batterij nodig. Het gaat via draadloze batterijen of charging. En via het lichaam zelf. Als energieleverancier. Volgende, MC10. Affectiva. Je kan ook emoties en gevoelens meten real-time. Trekken en loggen en delen. Want als je erover nadenkt, het web eigenlijk afgelopen 30, 40 jaar is heel erg rationeel. Eenzijdig eigenlijk. Data ook rationeel. Maar gevoelens zijn natuurlijk enorm belangrijk. Zeker voor marketeers in de zaal, communicatiemensen. Maar ook voor overheden, denk ik, kan ik me voorstellen. Want als je de gevoelens van iemand weet, of van groepen weet, dan kan je dat personaliseren. Kan je je diensten, je content en ook je advertising personaliseren op basis van die gevoelstoestand. Dat is een nieuwe shift. Emoties. Veel belangrijker en impactvoller volgens mij dan data zelf. Dan rationaliteit. Volgende. Smart pills, ook leuk. Je kan dus ook pillen inslikken om mensen te stimuleren om aan bepaalde medicijnen in te nemen. Compliance is een groot vraagstuk. 40% van de mensen neemt de medicijnen niet op tijd of te weinig, et cetera. Die chip slik je in en die praat draadloos met je smartphone. Is FDA approved, is gewoon veilig en goed juridisch in Amerika. Strenge eisen. Het gaat dus ook een grote impact hebben en ook weer nieuwe datapunten opleveren. Volgende. Nog een mooi voorbeeld voor de dames in de zaal. Iedereen kent hier wel mensen die zwanger willen worden. Soms gaat het even wat moeilijker. Gebruiken veel mensen IVF voor. Nou, prima. Is best wel een hoop gedoe, laat ik het zo zeggen. Je kan het ook anders oplossen. Via Duo Fertility is een sensor. Die meet 30.000 keer per dag bij vrouwen de temperatuur. En op basis daarvan kan die voorspellen wanneer iemand op piekmoment is voor qua vruchtbaarheid. Nou, ik krijg een alert, de partner waarschijnlijk ook. 5 keer hogere, ja, ik wou die conversie noemen, maar succesrate. 5 keer, dus de IVF succesrate heb je nu ook via technologie. $200, hetzelfde effect. Duo Fertility. Check it out. Volgende. Maar ik heb heel veel voorbeelden gegeven van qualified self en medisch en wellness, et cetera, en zorg. Maar je kunt ook natuurlijk je hersenactiviteit meten. Nou, waarom is dat belangrijk? Het kan natuurlijk via functional MRI scans of op de genetica met laserlicht. Ga ik daar even niet op in. Dit is weer toegankelijk. EEG-sensoren kent iedereen waarschijnlijk wel hier. Ik in Eindhoven, dus ik heb het wel halen wat mij betreft van technologie. Respect voor wat jullie aan het doen zijn hier, dus echt super. Complimenten. Maar even terug naar de kern van het verhaal. Met EEG-sensoren kun je heel veel meten. Je kunt meten meditatie, stress, focus, leerimpact, herkenning. Je kan dus steeds meer verschijnselen op hoofdlijnen vrij accuraat meten. En dat kan je vervolgens weer gebruiken voor het personaliseren van diensten, advertising en content. Maar ook op gedragsniveau, maar niet gedragsniveau, maar voor neuromarketing, neuroresearch is dat heel erg belangrijk. Volgende. Maar ook hier weer, je hebt altijd sensors en je hebt actuators. Dus je kan het meten, lezen en kan schrijven, beïnvloeden, actuators. Je kan dus met deze EEG-actuators kun je leerimpact verbeteren als student. Dat zie je hier rechts op het scherm, allemaal EEG-actuators. Maar je kunt ook een creatieve performance peak moment creëren via technologie en sensoren. Dat noemen ze ook wel flow. Dit wordt nu toegepast door DARPA, Pentagon, hè, de militaire operatie van Amerika. Ook bij allerlei militaire operaties. Wauw, zeg ik dan. Grote impact. Volgende. Oftewel, lang verhaal kort. Ik heb heel veel dingen laten zien. De steltreinvaart gaat, het is best wel mind-blowing, misschien wel scary af en toe. Dat begrijp ik. Dit is allemaal wetenschappelijk bewezen. Dit is geen science fiction. Dit bestaat nu al. Maar waar gaan we naartoe? De komende 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar. Ik denk, toch wel 10 denk ik zo, 10, 20 zo. Een toename in de convergentie. De symbiose van technologie en biologie. Dat gebeurt trouwens nu al, dat zien we nu al. Technologie wordt biologischer. Hardware, software, services en netwerken worden organischer, evolueren, adaptiever. Zelfdiagnostiserend, zelfreparerend. Zelfdenkende pillen, dat was een mooi boek aan de TU Eindhoven, een aantal jaren terug. Dus technologie wordt biologischer, meer dan vroeger. En de biologie wordt technologischer. Quantified self, en de DNA-profielen, neuroprofielen, et cetera. Die komen bij elkaar. Interessant. Mens en machine. Convergentie. Dat zien we ook hier.
zelf gemaakt die foto een paar maanden geleden in Silicon Valley, waar ik regelmatig ben. Vanwege mijn werk natuurlijk, voor het naast aan Google. Dus die jongen zegt van, joh, ik heb een magneet ingebouwd in mijn vinger. Ik heb een zesde zintuig ontwikkeld. Dus overal waar hij komt, voelt hij van, hé, hier legt ook magnetische golven. Hoe dat technisch precies werkt, weet ik niet. In de zin van hoe dat dan verbonden is met zijn zenuwcellen. Maar het schijnt dus te werken. Nou, hij zei wel op een gegeven moment, ik ben er nu wel klaar mee. Want op een gegeven moment wordt het ook irritant. Na verloop van tijd, dus zijn ze mee gestopt. Maar dit zijn dus, dat noemen ze biohacking. Het is echt een grote stroming aan het worden, onder jongeren met name. Ja, ik vind het ook raar, maar ik zou het niet snel doen. Maar blijkbaar is dat wel voor jongere mensen meer acceptabel in de innovative hotspots ter wereld. Volgende, dat was in San Francisco trouwens. De next step is DNA profiling. Nou, ben ik zelf heel enthousiast over. Ik heb zelf mijn eigen DNA profiel, dus maar 1% van je hele DNA. Oké, geef het toe. 23andMe is marktleider, heel veel andere partijen die dat aanbieden. Dan kan je je code uitlezen. Nou, iedereen bestaat uit 6 miljard letters, hè? 3 miljard base pairs. Maar wij verschillen allemaal 1,5 miljoen letters van elkaar, van die 6 miljard. Dus je eigen menselijke DNA-code, human genome profile. Wat kan je daarmee? Niet zoveel op dit moment. Althans, wel op medisch niveau, in termen van personalized treatments en diagnostics. Preventie ook wel voor een deel. Je kan dingen wel redelijk voorspellen. Het gaat over kans, niet over, het is geen determinisme. Maar je kan er ook steeds meer andere dingen mee doen. Dat vind ik interessant. Ik weet mijn DNA-profiel, binnenkort mijn hele DNA-profiel, kost trouwens 1000 euro. Hè? Heb je je hele DNA-profiel, dat kostte 10 jaar geleden 1 miljard dollar. Nu heb je het voor 1000 euro. 10 jaar geleden kost het 13 jaar. Eerste menselijke DNA-profiel, Craig Venter. Nu heb je het binnen een dag. Over 7, 8 jaar heb je iedereen hier in de zaal voor 10 euro, je hele DNA-profiel, binnen een uur. Dat is de verwachting. Trek hem door, hè? Die exponentials. Wat kan je hiermee? Non-medische toepassingen komen er ook aan. Er wordt nu keihard aan gewerkt. Als je je DNA-profiel weet, krijg je personalized recommendations, adviezen voor voedsel, sport, educatie, carrièreadviezen, adviezen, teamwork. Dat gebeurt nu al in China. Wat hebben we nog meer? Nou, vrijwel alle verticale markten krijgen dus een DNA-component. Je komt ergens een winkel binnen, levert je DNA-profiel in en je krijgt een gepersonaliseerd product of dienst. De klikker was op en de microfoon is leeg. Ik ga voor het om 10 uur binnenkomen, denk ik. Dit is allemaal goed. Nou, dus die personalisatie van diensten en inhoud op basis van DNA-profielen komt eraan. Volgende. Waar leidt het naartoe? Nou, ik had afgelopen week een mooie week. Tegenlicht was hard aan gewerkt. Er was een uitzending over Singularity University en over overvloed, abundance. Maar we gaan naar een wereld van de overvloed in plaats van schaarste door al deze technologieën op lange termijn. Maar er was ook een event, dinsdag heb ik helpen organiseren, Singularity University in Nederland. En er was een spreker, waar ik heel trots op ben, Jack Andraka. Wie kent die Jack Andraka? Niemand, nou, dat is mooi. Dan kan ik even losgaan nu. Dat is een jonge, onvoorstelbaar verhaal. Ik vind, ik denk een van de mooiste verhalen die ik tot nu toe heb gehoord de afgelopen jaren. Ik was bij Singularity University bij de closing ceremony in augustus vorig jaar. Daar was Jack Andraka, ik had al iets over hem gehoord. Het is een jongen van 15 jaar, die heeft in zijn eentje, zonder voorkennis, op basis van internet, alleen maar Google en Wikipedia, meer niet, heeft hij een kankerdiagnosetest ontwikkeld voor alvleesklierkanker, kom er haast niet uit, die 200 keer effectiever en 20.000 keer goedkoper is dan alle bestaande testen. In zijn eentje, 15 jaar. En hij is nu dit aan het bouwen, een tricorder voor 10 miljoen dollar, waarbij je dus 30 ziektes via laserlicht kan diagnosticeren via een smartphone. Ongelooflijk. En hij zegt de afgelopen dagen, ja, ik ben al bijna klaar. Dit gaat hij bij elkaar, in elkaar zetten op MIT deze zomer met een aantal andere wonderkinderen wereldwijd die elkaar nooit gezien hebben. Die werken gewoon puur online. En die creëren dus de tricorder uit Star Trek, misschien wel bekend onder jullie. Nou, ik zie een paar mensen ja knikken. Waanzinnig. Bijna alles uit Star Trek. Als je er ook over nadenkt, bestaat nu al. De holodeck komt eraan, de tricorder, et cetera. Onvoorstelbaar. Daar zie je ook weer, zeg maar, dat science fiction toch vaak science realiteit wordt na verloop van tijd. Omdat science fiction is de droom, de inspiratie van jonge mensen. En zij realiseren dat vervolgens dat later.
Hier komt dus alles samen. Hè? Binnenkort is de huisarts niet meer nodig over 10 jaar, zegt een van de grootste VC's in Amerika. Ik denk dat dat waar is. Want je hebt IBM Watson, de supercomputer, artificial intelligence, in combinatie met alle sensoren, op die mensen zelf op hun lichaam dragen. Dus het meten gebeurt door mensen zelf, zelfzorg, do it yourself. De analyse gebeurt door de cloud, IBM Watson, die 300 miljoen medische artikelen heeft geïndexeerd. Daar kan geen enkele huis tegenop, qua accuratesse en snelheid en real-timeness. Dus ja, wat is dan de functie van een huisarts? Ja, die moet sociaal empathie, et cetera, is waar. Oh, ja, maar waarom? Ik hou mijn empathie uit mijn partner en mijn kinderen en mijn familie en mijn vrienden. Kortom, dat hele zorgsysteem gaat veranderen. Greg Venter, een van de grootste ondernemers ter wereld, vind ik, heeft 10 jaar geleden het DNA-profiel uitgevonden, 3 jaar geleden synthetisch leven gecreëerd. Greg Venter werkt nu aan een apparaat of een oplossing om binnen 20 jaar het hele zorgsysteem overbodig te maken. Zijn woorden, 3 maanden geleden geroepen. En dat bouwt hij ook nu, want hij is ondernemer. Hij roept niet alleen dingen, hij bouwt ook oplossingen. Binnenkort heb je gewoon een vaccin wat je via de digitale media, via het internet, komt bij jou 3D DNA-printen thuis. En kan je het uitprinten. Dus elke kans op ziekte wordt gewoon decentraal opgelost. Dus zorg is eigenlijk heel simpel. Je hebt toegang, preventie, diagnose, therapie. Die 4 ketens, of activiteiten, worden volledig gedigitaliseerd. En getransformeerd door technologie, door singularity. Waarbij dus het hele oude systeem overbodig gaat dreigen te worden. Althans in grote lijnen, in grote mate. Ik denk niet volledig, maar wel in grote mate. Volgende, ben ik bijna klaar. Wat zijn nou de consequenties van het hele verhaal? Heel veel technologie en data, moeilijk. En versnelling en exponentials. En, nou, een paar dingen, denk ik. Je hebt de remembering zelf en de experiencing zelf. Remembering is terugkijken, reflecterend, de verleden tijd. En experiencing is nu, hè, presence, et cetera, gevoel, intuïtie. Technologie is eigenlijk voor mij een middel, ook qualified zelf, maar ook DNA, neuroprofielen, al die andere dingen, om dingen te outsourcen, waardoor mijn leven veel makkelijker wordt. Want ik krijg een alert van die systemen wanneer dingen verkeerd dreigen te gaan. Dus notificaties, reminders, alerts, super gepersonaliseerd, relevant, accuraat. Waardoor ik mijn leven veel organischer kan gaan inrichten. Meer flow, meer creativiteit. Meer natuurlijk dan nu, of zeker dan vroeger. Ik kan veel meer dingen outsourcen en loslaten aan technologie. Volgende. Die heb ik al genoemd. Wel een kern. Het is een visie, maar die visie wordt wel ook door veel mensen, steeds meer mensen gedeeld. Ik zag van de week de Bruce Sterling. Die heeft deze presentatie ook geretweet. Nou, hartstikke leuk. Maar ook Kevin Kelly zegt het eigenlijk ook. Maar ook Vernon Vinci, de uitvinder van Singularity eigenlijk. 30 jaar geleden. We gaan naar een wereld toe, denk ik, van group minds. Ja, waarbij ook wij steeds meer verbonden zijn op allerlei manieren. Veel meer dan dat social media alleen is, maar de eerste stap. Ja, dat is een beetje oppervlakkig eigenlijk. Maar ook op het verbinden van hersenactiviteit. Dat gebeurt nu al, hè? Collectieve meditatiesessies. Maar ook in de raden van bestuur heb je nu technologie die groupthink vermijdt. Door middel van sensoren. Waanzinnig natuurlijk, hè? Op basis van stemanalyse, contentanalyse, cameraviews, et cetera. Facial coding, gelaatsuitdrukkingherkenning. Dus groupthink is een groot probleem bij raden van bestuur. Nou, een aantal van jullie zitten waarschijnlijk wel hoog in de boom. Dus technologie heeft gigantische impact om deze processen te modereren en bij te sturen. Volgende. We maken het onzichtbare zichtbaar. Dat is technologie. Hè? We gaan van buiten naar binnen. Eerst hebben we de hele omgeving in kaart gebracht de afgelopen 100 jaar. Maar nu gaan we op en in ons lichaam. Waarom? Dat is een nieuw gebied. En we maken het onzichtbare zichtbaar. En als je het zichtbaar maakt, kan je het optimaliseren, remixen en delen. Via social media, dat gebeurt trouwens ook. Er zijn mensen die nou een DNA-profiel delen op Twitter en Facebook en andere kanalen. Maar ook hun qualified self-data, hun gewicht, hoe ze zich voelen, hoeveel suiker ze hebben, et cetera. Waarom doen mensen dat? Privacy, security en slecht voor de verzekeraars, werkgevers, et cetera. Dat is waar. Dat is allemaal waar. Maar er is een wetgeving voor. In Amerika heb je GINA. De Genetic Non-Discrimination Act. Hè? Nou, en dus juridisch komt er trouwens ook in Nederland binnenkort. Je kan binnenkort niet meer discrimineren op basis van qualified self-data of DNA-profielen die je gebruikt van je klanten. Dat mag gewoon niet. Dus dat wordt allemaal opgelost. Maar wat het mooiste vind ik, hoe meer je deelt, hoe meer je terugkrijgt. En hoe meer je dus deelt, dat zie ik ook zelf op Twitter al afgelopen 6 jaar, waar ik erop zit, krijg je serendipiteit. Oftewel, gunstig toeval, hoe moet dat? Wat je niet kunt plannen. Ja, je kan het wel de condities creëren, maar je kan het niet helemaal sturen. Maar ook vooral synchroniciteit.
Synchroniciteit klinkt een beetje woesie-woesie, weet je wel, esoterisch, maar zo is het niet. Mijn persoonlijke ervaring afgelopen jaren is, hoe meer data, hoe meer serendipiteit, hoe meer openheid, hoe meer serendipiteit, maar vooral synchroniciteit. Oftewel, ik heb een intentie, een behoefte, en het komt direct. Meer dan vroeger. Niet altijd natuurlijk, is een beetje woesie-woesie, maar wel meer. En dat is de big shift, breng me bij de volgende slide. Die Internet of Things, al die singularity, al die datastroom die we zien, al die objecten die gaan communiceren met mensen ook, et cetera. Die convergentie van pratende interactieve objecten en subjecten leidt tot het enabelen van de intentie-economie. Hè? Doc Searls, mooi boek uit Harvard vorig jaar, heel belangrijk boek. We leven nu in oude modellen, archaïsche modellen. Push-marketing, dat soort dingen. Nee, ik heb een intentie, ik gooi het in de cloud. En gaan verschillende aanbieders via VRM, Vendor Relationship Marketing heet dat, in plaats van CRM. Die gaan dan hun propositie aanbieden op basis van mijn wensen. Dat is een logischer model dan continu berichten naar me toesturen als ik nog geen behoefte aan heb. Laatste. Oké, nog een stapje hoger. Ik ben zelf op Burning Man geweest. Ik ben een enorme fan van Burning Man. Het mooiste festival in de wereld. Ik denk echt, toen ik daar was, 2 jaar geleden, dat we naar een wereld toe gaan waar Burning Man principes en dat hele waardesysteem steeds belangrijker wordt. Waarom? We gaan van schaarste naar overvloed. Dat is Burning Man, overvloed. We gaan van lokaal naar mondiale systemen. Alles heeft met alles te maken. We gaan van lineair naar exponentieel. We gaan een extreme versnelling in de komende 10, 20 jaar. Vraag me af of het ooit gaat ophouden, denk het niet. Maar dat leidt tot een shift in waardesystemen. Waarom? Geld wordt minder belangrijk, dat is logisch. Als je naar overvloed gaat, wat je ook ziet bij tegenlicht, hè, nou, afgelopen maandag. Dan krijg je dus andere principes, meer zelforganisatie, bottom-up, meer creatief, meer puur, authenticiteit wordt veel belangrijker, intrinsieke motivatie en passie wordt veel belangrijker dan extrinsiek, status, macht, dat soort dingen, geld, veel minder relevant. Personal mastership, mastery, identiteit. Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je? Dat zie je bij kinderen nu al. Er komt een gigantische shift in het educatiesysteem, ook in Nederland werk ik aan mee met Claire Boonstra. Veel meer naar bewustwording. Dat jongeren sneller bewust worden van wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik, wat kan ik? In plaats van allerlei content die je toch wel via MOOCs en online onderwijs kunt krijgen. Volgende. Dus mensen worden individueler, hyper individueel, maar ook tegelijkertijd meer connected. Dus we worden meer ik en meer wij. Het is niet of-of, dat is de illusie. Daar hoor je ook vaak van, ja, het is of-of. Nee, het is niet of-of, het is allebei. Je gaat dieper in jezelf, dus spiritueel zeg maar, naar binnen toe, introversie. Maar omdat als dingen heel erg persoonlijk worden, dan worden ze ook universeler. Als ik mezelf heb gevonden, heb ik ook meer liefde voor andere mensen. Dat is met elkaar verbonden. Hè? Inzicht in mezelf is inzicht in je ander. Liefde voor jezelf is liefde voor de ander. Nou, die synthese die wordt veel belangrijker de komende jaren. Wil je meer weten en bewijsvoering van deze bold claims die ik zojuist heb geuit, afgelopen 40 minuten, tegenlicht. Kijk naar Overvloed, uitzending gemist, maandag, uurlang, Singularity University, Peter Diamandis, Jack Andraka, die jongen waar ik het over had, die 15-jarige ondernemer die met die draaikorden bezig is. Fantastisch. Kijk ernaar, aanraden. Tot slot, wil je meer weten, je kan me multimediaal benaderen, Twitter, @vangeest, www.singularityuniversity.nl. Hier zie je mij voor mijn trip in de ruimte via de NASA-training. Het Zero Gravity, daar heb je 7 minuten gewichtloosheid ervaren, aanraden. Over 10 jaar, iedereen in de zaal hier kan voor €1000 naar de ruimte ingaan. Ik heb het nou een voorproefje gehad. Ik kan u 1 ding mededelen. Dit is buitengewoon verslavend. Wij gaan die kant op. Het wordt een interplanetair bewustzijn. We gaan van de aarde af. Met alle plussen en minnen. Misschien moeten we ook wel. Ik denk het niet, maar ik denk dat het meer nieuwsgierigheid is. Dit is een grote shift in je denken en in je ervaring. Dank jullie wel. Zijn er nog vragen? Ja. Kunnen mensen nog even mijn e-mailadres noteren voor wat PowerPoint willen ontvangen, et cetera, vragen hebben, et cetera. Zijn er vragen? Is er ruimte voor je überhaupt? Oké, mooi. Ik snap dat ik overdonderend ben geweest, maar ja, dat is ook een beetje de bedoeling. Maar wel op een positieve manier bedoeld. Combineer je eigenlijk beide systemen met elkaar? Het oude denken, het geld en daarnaast de overvloed en het delen. En, want ik moet natuurlijk wel gewoon mijn huur betalen en dat soort dingen. Ja. Heb je daar een idee over? Ja, een hele goede vraag, hoor ik natuurlijk heel veel. Ik zie een paar dingen. Je hebt
De top-down systemen worden bottom-up, centraal, decentraal, gesloten wordt open. Dat ziet iedereen, hè? Ook waarschijnlijk wel op basis van de talks van vandaag. Wat betekent dat? Het is een soort competitie met oude systemen en nieuwe systemen. Competitie betekent zowel concurreren als samenwerken tegelijkertijd. Ik zal een voorbeeld geven. Ik werk voor veel grote bedrijven, een raad van bestuur, en zeggen van ja, hoe moet ik dan? Die hebben allemaal een kernprobleem. Die zeggen van ja, ik kan niet omgaan met die snelheid van veranderingen. Hoe moet ik dat nou? Moet ik dat in mijn bedrijf internaliseren? Die cultuur, die versnelling, die exponentiële groei. En elke keer komen we eigenlijk op hetzelfde uit. Van ja, je kern moet kleiner. Je moet zelf flexibeler worden, minder overhead, meer agile, meer flexibele snelheid creëren. Nou, een andere mindset, cultuur vooral creëren. Maar je gaat steeds meer dingen outsourcen aan allerlei partijen en communities vooral, offline en online, om die innovatie naar binnen te krijgen. Je shift naar crowdsourcing, crowdfunding, open innovatie, co-creatie, et cetera. Via Innocentive, nou, Solution Exchange, al die dingen, Jet2. Dat gaat intensiveren. Je gaat steeds meer dingen outsourcen naar ook een qualified self communities, bijvoorbeeld of Mobile Monday, of Hackerspace, Hackers en Founders, of Startup, Bootcamps, of Rockstarts, waar je dus de juiste ideeën en mensen kan cherrypicken, die relevant zijn voor jouw business. Dus je gaat meer outsourcen, maar tegelijkertijd ook versneld insourcen via overnames of partnerships, et cetera. En dat is die competitie. Hè. Aan de ene kant, die do-it-yourself werelden, die gaan steeds meer dingen zelf doen, los van die corporates. Maar ze hebben ze wel nodig, zeg maar, voor distributie en resources en verspreiding en promotie. En aan de andere kant, ja, die corporates kunnen de snelheid gewoon niet aan van die veranderingen. Dus de innovatie, niet bij de core, maar bij de edges. Dat zegt Joy Ito van MIT ook bijvoorbeeld. Dat is gewoon waar. Het gaat om die edges. En dat zijn die communities die mensen van onderaf creëren. Dus dan zie je een soort synthese ontstaan. Als een corporate te laat zelf een open platform wordt met open APIs, te laat, dan gaan ze het verliezen. Dan worden ze gewoon vervangen door opkomende startups. Als ze slim zijn, dat adviseer ik ze dus ook, van joh, zoek nou de relevante communities op in jouw omgeving, coöpteer dat en creëer een win-win relatie. Dat is volgens mij de toekomst. Dus dat betekent, jij bent een CEO van een groot... Ja? Bij mij zit het een beetje andersom. Ik zit hier ook gewoon als burger en niet als een gebruiker van alle nieuwe media en social media vooral ook. En ik vind het heel erg moeilijk om daar ook brood mee te verdienen. Ik zit in die community van crowdsourcing en dat soort dingen. Alleen ja, daar gaat mijn schoorsteen niet hard van roken. Ja. Maar ik heb wel een heel leuk leven. Dat is waar. Kijk, ik zie daar een paar dingen. Je hebt ook die ontwikkeling niet alleen van do-it-yourself, maar ook van peer-to-peer. Hè. Dus je ziet een enorme opkomst, ook zeg, door de recessie in Nederland, van peer-to-peer oplossingen. Hè. Dus coöperatieven, mensen dingen gaan delen, nieuwe marktplaatsen, et cetera. Dus dat zou volgens mij gaan intensiveren. Dat is misschien voor jou een mogelijkheid om dat te onderzoeken. Daarnaast, ja, als je dingen gewoon vanuit je hart doet, ontwikkelt, op een gegeven moment word je dan ook zichtbaar voor de oude systeem waar nog wel geld is. En die voeden je dan. Maar ik denk dat op lange termijn geld minder belangrijk wordt. Want je kan steeds zelf doen. Waarom heb je geld nodig? Ja, voor de huur? Oké. Okay. Ja, dat is een probleem. Maar ook daar zien we andere shifts. Hè. Airbnb, couchsurfing, et cetera. Ook do-it-yourself voorbeelden daarvan. Dus dat is één. Twee, do-it-yourself voedsel kan je zelf doen. Do-it-yourself energie, zonne-energie, kan je zelf doen. Kost niks, ja, initiële investering. Al die verticale markten krijgen dus do-it-yourself varianten, waardoor je dus geen geld meer nodig hebt. Of kan je ook collectief op buurtniveau gezamenlijk inkopen of produceren. Dus die coöperatieven worden veel belangrijker. Zie ik bij tegenlicht trouwens ook. Even collectieve verzekeringen. Gewoon mensen zoals jij en ik gewoon samen een verzekering afsluiten. Zonder een corporate. Of energie. Of voedsel. Of healthcare. Elkaar diagnosticeren. Dat is een nieuwe trend. Hè? Niet alleen via AED's, maar gewoon elkaar diagnosticeren. Dus er zijn heel veel voorbeelden te noemen om met minder geld hetzelfde te bereiken. Maar ik snap je punt wel. Het is een overgang waar we in zitten op dit moment. Ja. Andere vragen? Ja. Hoe kun je dit rijmen met duurzaamheid? Ja. Goeie vraag. Heel erg goed. Ik denk zelfs de enige manier om duurzaamheid als thema goed een goede baan te leiden op lange termijn. Er zijn heel veel zorgen over wat mij betreft. Maar ook veel oplossingen trouwens al. Is data. Hoe meer we weten, hoe meer we meten. En kijk, het probleem met duurzaamheid is, we weten heel veel dingen gewoon niet. Het zijn nog veel te complexe systemen. De data moet meer breed zijn, meer diep en meer real-time. Denk aan de oceaanstroom, et cetera, de klimaatverandering, de impact op alle systemen die we hebben, voedsel,
Nou goed, daar kunnen we hier over doorpraten. Maar dus die data is essentieel om überhaupt iets te kunnen sturen op een accurate manier. We hebben gewoon te weinig inzicht op dit moment. Een voorbeeld is klimaatverandering. Is al opgelost, hè? Een probleem, ja, gaat ook allemaal versneld de verkeerde kant op, wijzen de cijfers uit. Maar hè, we kunnen nu al, via sulfuric acid particles in de stratosfeer, die kunnen we daarin brengen, kunnen we de zon tegenhouden. Dus kijk, de CO2-uitstoot gaan we niet meer terugdraaien. Dat is echt over 20 jaar minimaal, ook al doen we namelijk niks meer met wereldwijd. Dus dat is gewoon, case is closed. Dus we zijn zeg maar de pineut. Totdat we beseften van ja, we kunnen de zon tegenhouden. Dus dan compenseren we de CO2-verwarming, opwarming, met minder intensiteit via een laag in de stratosfeer van de zon. Dus, nou, maar ik dwaal een beetje af. Maar er zijn heel veel vraagstukken qua duurzaamheid die zijn nog niet opgelost. Ook niet door de NASA en Google. Maar ik ben wel optimistisch op lange termijn dat wel gefixt gaat worden. En dan praat ik over, nou goed, ja, heel veel ontwikkelingen, maar biotechnologie, synthetische biologie, et cetera. Maar vooral al die datafiets die nu worden uitgerold wereldwijd. Dat is nog een vraag daar. Ja? Ja, op lange termijn. Hè? Korte termijn een behoorlijke transformatie, dat kan niet anders zeggen. Ja. Zijn er ook? Ja, absoluut. Ik kan hier natuurlijk 5 dagen over praten non-stop. Ik ben een beetje water dan, dat wel. Dat dan wel. Maar ja, ik zei het ook goed. Maar waar ik me zorgen om maak, goed, is een paar dingen. Eén is sociale ongelijkheid. Die zal in korte termijn toenemen. De sociaal-economische culturele ongelijkheid in de wereld. Zowel binnenlanden als tussenlanden. Dus mensen die hierin meegaan. Hè, die dit omarmen, technologie. En mensen die daar zich van distancieren. Het gat gaat gigantisch toenemen de komende 10 jaar. Daarna komt het weer bij elkaar. Vanwege de democratisering, et cetera. De do-it-yourself-cultuur. Kosten gaan omlaag naar 0 voor technologieën. Maar dus daar maak ik me zorgen over opstanden, oorlogen, burgeroorlogen, religieuze conflicten. Want al die technologieën die raken de kern van religies. Ja, dus ook de islam, maar ook christendom, et cetera. Er komen gigantische shifts aan. De paus moet hiermee gaan dealen, al die vraagstukken en al die technologische veranderingen die eraan komen. Dus daar verwacht ik spanningsvelden. Ik verwacht ook wel problemen in termen van fouten. Ja, bioterrorisme. We kunnen, kijk, vroeger had je namelijk. Pardon, ik zit alleen maar deze kant op te kijken. Niet helemaal de bedoeling. Een beetje die kant op kijken. Vroeger had je namelijk de ABC'tjes. Dus massaterrorisme, zeg maar, massawapens. Maar die konden individuen niet creëren. Nu kunnen individuen, ik wil het in het begin zeg maar zien, virussen creëren. Hè, in hun eigen garage. Mensen kunnen robots bouwen die zichzelf repliceren. Hè, binnenkort. Op een goedkope manier. We hebben drones. Mensen kunnen. Nu is er een aanslag geweest in New York, bijna een jaar geleden, met drones. Die kunnen de 2 kilo bommen vervoeren en dan volgend jaar 4, 8, 16, et cetera, exponentieel. Dat hebben ze onderschept. Dus mensen gooien nu drones in de lucht met bommen. Gelukkig is het onderschept. Dus er zitten heel veel risico's aan. Mensen kunnen wapens uitprinten via een 3D-printer met kogels binnenkort. Elke technologie die ik noemde heeft een keerzijde, heeft een negatieve of meerdere negatieve toepassingen. En dat gebeurt nu al door criminelen en overheden en vooral terroristen, zoals Al-Qaeda. Hoor je veel niet, maar het gebeurt wel. Nou, gelukkig weet ik dat de FBI, CIA en DARPA en Pentagon daar heel erg proactief mee omgaan om dat soort problemen te voorkomen. Dus op systeemniveau en op waardeketenniveau wordt alles dichtgetimd om dit soort excessen te voorkomen. Ja, de certificering, watermarking, fingerprinting, infiltratie, certificatie. Er zitten allemaal controlemechanismen worden ingebouwd om dit soort excessen te voorkomen. Dus ik ben op lange termijn heel optimistisch. Maar er zullen wel excessen gaan ontstaan. Maar ik vind dat ook een logisch evolutionair proces. Stel dat je met de atoombom en of andere technologie in het verleden. Als dingen verkeerd een keer goed misgaan, dan wordt er weer gecorrigeerd. En dat, ja, ik denk dat dat onvermijdelijk is. Was de laatste? Oké. Ja, een fijne, positieve eindtoon. Zo. Dank je wel, Joeri, voor een zeer energierijk verhaal. We zijn in sneltreinvaart door allerlei toepassingen heen gevlogen en lange termijn perspectieven. Maar elke exponentiële groei begint ook gewoon met kleine stapjes. En daarvan hebben we er nog 2 te goed. En 1 is dat we tijdens de lunch kregen we allemaal puzzelstukjes. En de oplossing van de puzzel moet nog gepresenteerd worden. En daar hebben we Natasja voor. Kom naar voren en laat zien waarom de puzzel eigenlijk spannend was. Want hij was vrij eenvoudig te leggen uiteindelijk, met 4 stukjes. Ik dacht dat we voor een puzzel van 4 stukjes, dat hij nog behoorlijk lastig was.
Maar veel moeilijker konden we het niet maken. Technologie die werkt. Vanmiddag tijdens de lunch deed de Apple Store het niet. We hebben even gebeld en het is gelukt. Dus voor de mensen die dit, jullie krijgen dus straks die puzzel allemaal mee. Jullie krijgen dus die puzzel allemaal mee en waarmee je dus een instrument hebt, zeg maar, om het gesprek over open data te beginnen. En dan gebeurt er ongeveer dit. Dankjewel. Als je je niet meer herinnert van vanochtend hoe Marianne Schreurs er rechtop uitziet, want we zagen haar nu net gekanteld, ze zit nog daar, dus je kunt er ook, zeg maar, rechtop aanschouwen. Maar neem haar boodschap mee naar je eigen netwerk om ook daar het gesprek over open data te voeren. Een ander stapje op dat exponentiële pad is, het werd ook al in het verhaal van Juri genoemd, van breng data in op plekken waar die op dit moment niet gebruikt wordt. En in Eindhoven is ook op dat gebied een stap gezet en dat heet de buurtthermometer. En die wordt vandaag gelanceerd. En een van de raadsleden van Eindhoven, mag ik daar het woord over geven om de buurtthermometer ook in deze kring formeel te lanceren. Ja, goedemiddag. Ik ben Rogier Verkroost, gemeenteraadslid hier voor D66. En ik heb eind 2010 het initiatief genomen om als gemeente Eindhoven aan de slag te gaan met open data. En dat is toen overgenomen en men vond het een goed idee om als stad daarin vooruit te lopen. En er is een vraag toegesteld om, wat willen gemeenteraadsleden nou eigenlijk met open data? Want open data is natuurlijk goed en handig om het leven van burgers eenvoudiger te maken en allerlei informatie te bieden. Maar het kan ook een bepaalde bijdrage leveren aan de lokale democratie. En daarom is ons gevraagd, wat willen raadsleden nou met open data om hun werk te vereenvoudigen? En daar kwam het idee van een soort fact-checker op lokaal niveau. Er is allerlei informatie lokaal beschikbaar, die steeds wordt bijgehouden over allerlei buurten in Eindhoven. En die informatie is ook gewoon openbaar, maar ja, die moet je opzoeken en dan met elkaar gaan vergelijken. Dat kost veel tijd en voor politici die vaak besluiten moeten nemen in een betrekkelijk korte tijd is dat moeilijk te doen. Zeker wanneer politici in debat zijn en ze met feiten worden geconfronteerd, dan wil je ook graag weten, is wat gezegd wordt waar? En wanneer iemand komt met een verhaal wat niet waar blijkt te zijn, moet je dat ook makkelijk kunnen weerleggen. En dat was met de huidige situatie, de situatie voor deze app, eigenlijk slecht mogelijk. Daarom hebben we met twee gemeenteraadsleden, wat ambtenaren en een zeer begaafde programmeur samengezeten. En daar is een app uitgekomen die de buurtthermometer heet. En die kan raadsleden helpen om die feiten makkelijker geordend te krijgen. Bovendien, het is natuurlijk niet alleen maar voor raadsleden handig, het is ook voor mensen in Eindhoven handig om te weten hoe het er in buurten voor staat. En het is nog een beta-versie en het is nog vrij eenvoudig, maar het is een goede stap op weg naar
apps die de lokale democratie kunnen versterken. En ik verheug mij op het gebruik daarvan. Ja. Het is zodanig een beta versie dat we hem niet eens op het scherm krijgen. Gisteren deed hij het nog. Dat zeggen ze dan ook altijd. Ja. Karel loopt door. Nee, geen beeld. De app is in ieder geval te zien. Ja. Dus hij doet het nog wel. De app is er wel. Wie van jullie een scherm heeft, ga naar buurtthermometer.nl in het kader van Bring Your Own Device. Als je een scherm voor je hebt, buurtthermometer.nl. En je komt dan op een kaart van Eindhoven, met alle buurten daarop. En Eugene Choa zit, ja kijk, hij zit daar. Dat is de ontwikkelaar. Hij heeft daarop allerlei data over wijken en buurten in Eindhoven geprojecteerd. Zodat raadsleden dat live tijdens debatten kunnen gebruiken en checken. Ik zie daar, hier wordt al, kijk, laptops is net het open haardvuur. Hè? Jongen, er zitten mensen zeggen, om het scherm heen. Technologie verbroedert, dat zie je. Lukt het of lukt het niet om het in beeld te krijgen? Nee? Nou, ga met je device naar buurtthermometer.nl en kijk ernaar. Maar wat je daar krijgt is dat raadsleden tegelijkertijd tijdens het debat de feiten kunnen controleren die ze inbrengen in de discussies. En ook kunnen nagaan, als ik jouw verhaal goed begrijp, of wat een ander zegt, wel hout snijdt en zo hun argumenten onderbouwen. Inderdaad. En zeker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen kan dit een makkelijk extra hulpmiddel zijn om tot uiteindelijk sterkere debatten te komen en debatten op basis van de feiten. Goed, dankjewel. Applaus voor de buurtthermometer. En aan standaardisering van beamers en dat soort dingen moeten we nog merken. Op het programma staat nu eigenlijk pas iets wat ik moet doen. En dat is de dag samenvatten. En dat is altijd een heikel ding. Want dat is eigenlijk een onmogelijke opgave. Bovendien sta ik tussen jullie en de borrel. En dat is ook niet een hele veilige plek in de regel om te zijn. Toch ga ik een kleine poging doen. Maar ik hou het wel kort, dat begrijpen jullie. We gaan niet alle sessies doornemen. Voordat ik dat doe, moet ik eigenlijk ook nog, denk ik, beginnen met een soort bekentenis. Want in meerdere sessies vandaag werd er geschamperd over een open data toilet app. En Bart deed dat in zijn verhaal onder andere, maar ik hoorde het op meerdere plekken. Oh ja, wat moet je nou met een toilet app? En dat ding duikt overal op. Waar je ook gaat, de toilet app komt voorbij. En ik moet bekennen dat ik daar waarschijnlijk in hoge mate schuldig aan ben. Dat die toilet app overal voorbij komt. Want de oorspronkelijke toilet-app, dat vond ik een heel mooi ding. En dat heb ik enthousiast jarenlang op allerlei hackcamps overal in Europa heb ik dat uitgedragen. En op een gegeven moment waren er overal die toilet-apps, totdat ik een e-mail kreeg van de Europese Commissie. Van ja, we hebben voorbeelden nodig voor een presentatie van Nelly Kroes over de impact van open data. Heb jij voorbeelden? Tussen haakjes, alsjeblieft geen toilet-app. Want waarom iedereen die dingen toch bouwt, daar snap ik niks van. Maar ook de eenvoudige toilet-app, en ongetwijfeld als er eindelijk ook voor Gent een hondenpoep-app is, zul je zien dat zo'n app, ook al is die triviaal, voor iemand waarde heeft. De oorspronkelijke toilet-app in Denemarken is gebouwd door Tine Müller. Dat is een gepensioneerde vrouw, zonder programmeerkennis of wat dan ook. En die had incontinentieproblemen en durfde de stad niet meer in. Zij heeft voor Denemarken openbare toiletdata verzameld en dat zonder enige voorkennis van techniek of programmeren op een kaart geplot en ontsloten in een website. En daarmee won ze in 2009 een appbouwprijs. En daarmee loste ze zich voor zichzelf een probleem op, maar ook voor haar vriendinnen die de stad niet meer ingingen en nu dat weer durven. En voor die kleine groep mensen was de toiletapp de belangrijkste app die ze de afgelopen 10 jaar hebben gezien. Wij schamperen daar dan vervolgens over, omdat we dat ding overal zien opduiken in Europa. Maar ook voor ons, in onze ogen triviale toepassingen, is open data waardevol voor iemand in de maatschappij. En is het waardevol dat de data beschikbaar is. Dus blijf dat publiceren, openbare toiletdata. En denk er af en toe bij van, ja, ik zie het niet, maar er zit waarde in. We beëindigden eigenlijk met het verhaal van Jury met veel energie en in een optimistische noot, afgezien even van de laatste vraag. Een optimistische noot.
Het komt allemaal goed, het wordt allemaal beter. Maar we begonnen vanochtend ook met kritische vragen over privacy en diffuse angsten en angstbeelden die rondgaan. En we constateerden toen eigenlijk al een beetje in de discussie dat het vooral over asymmetrie gaat. Waar anderen iets kunnen met gegevens die ook mij beschrijven, waar ik geen controle over heb. En dat geeft gevoel van ongemak en dat geeft gevoel van angst. En we hebben, gisteren had Paul Suikerbuik, die heeft een hele lange lijst van bezwaren om niet aan open data te doen. En daar staan die angsten ook allemaal tussen. Het probleem is alleen dat die angsten vaak gebruikt worden om niet in beweging te komen, om het niet te gaan doen. En dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Want als je echt aan de slag gaat, dan zijn er nog veel meer problemen die je tegenkomt en die je wel moet oplossen. Dus je hebt die diffuse angsten niet nodig om te zeggen, we doen het niet. Sterker nog, als je die gevoelens van onbehagen hebt, en die ik voor een groot deel ook wel deel als ik sommige toepassingen zie, dan gaat dat vaak over dat gemiste gevoel van controle. Zit ik zelf wel aan het stuur? En die vragen komen op, omdat we nu alle dingen publiceren en we hebben daar heel veel voorbeelden van gezien. Maar dat, al die technologie zijn we dan wel nog wel mens in dat technologiegebruik. Mijn tekst kantelt, dat is onhandig. Ja, dat is een feature, ja. Maar het voelt soms als een bug. Ja, dat zag je net ook met dat videootje. Dus zijn we dan nog wel mens in die gemedieerde omgeving waar al die technologie maar van alles over ons weet en van alles over ons doet. En we willen mens zijn. Bart had het in zijn verhaal over human-readable data naast die machine-readable data. Wij moeten daar ook een centrale rol in spelen. En dat vergt nieuwe vaardigheden, die we voor een groot deel nog niet hebben. Vaardigheden om iets met data te kunnen, vaardigheden om iets met toepassing te kunnen doen. En het vergt ook meer openheid en meer gereedschappen die openheid creëren. En we hebben er een aantal van gezien. Open Source City, City DSK is voorbijgekomen. Developer Kit, SDK moet ik zeggen. En dus die openheid is juist de route die ons gaat helpen om het stuur meer in handen te nemen. Want die data is er al, die wordt al gebruikt. Als we allemaal toegang hebben tot dat geheel daarvan, dan hebben we juist meer kansen om zelf dat stuur weer in handen te nemen. Dat vergt wel verandering ook aan onze kant. Niet alleen aan de kant van de datahouders. Maar het cruciale in open data is niet de data, want die bestond al, maar het is het open. Daar ligt voor ons als individu, als mier in de mierenhoop, de kans om het stuur in handen te nemen. We hebben vandaag gezien dat er al heel veel wordt gedaan. Er wordt op grote schaal worden prototypes gebouwd, er wordt geëxperimenteerd. En we zijn ook al een heel eind op weg. Ik blijf Bart aanhalen, omdat ik daar het hele verhaal heb bijgewoond. Hij vertelde hoe in Gent op de eerste hackdag een USB-stick uit het stadhuis werd getransporteerd naar een groep hackers om wat met data te doen. Dat herken ik helemaal, want de eerste hackdag in Enschede ging net zo. Er kwam een beetje zo, stiekem kwam er een ambtenaar van informatiemanagement uit het stadskantoor gekropen met een USB-stick die we vervolgens als een soort joint lieten rondgaan langs alle laptops in de zaal. En hadden we alle data gedeeld en toen hebben we daar applicaties mee gebouwd. En dat was het begin, dat was een paar jaar geleden. Nu heeft Gent en Enschede een volwassen portaal waar data structureel wordt gepubliceerd en waar we niet meer geheimzinnig over hoeven te doen. Dus we zijn al een heel eind gekomen en dat voelt soms nog ook niet ver genoeg en we gaan nog veel verder en er komen nog veel meer toepassingen aan en vandaag hebben we weer voorbeelden gezien en inspiratie gezien. Maar we moeten wel zelf blijvend aan de slag, het is aan ons. Het is niet zo van, nou dat komt wel goed, want de overheid gaat zijn data publiceren, gooit het over de schutting, dan gaan we het doen. Nee, wij moeten aan de slag met onze vragen. Welke data hoort erbij en wat kunnen we dan bouwen? En dat maakt me nieuwsgierig naar hoe jullie het vandaag hebben beleefd. Wat heb je eruit gepikt? Wat gaan jullie volgende week doen? Wat zijn nou de dingen die je eruit vist uit zo'n dag als vandaag? Wat heb je gehoord van, ja, daar moet ik mee aan de slag. Wie van jullie gaat aan de slag? Vingers. Achter in de zaal, kijk. Ik kom naar je toe. Ja, nee, niet terugkrabbelen nou. Natuurlijk is het een goed voorbeeld. Ja, wat ik ga doen is, dat heb ik net gepresenteerd natuurlijk in de ochtend. Dus misschien een slecht voorbeeld in dit geval. Want dat platform dat blijft gewoon steeds bijhouden wat er aan data aanwezig is. De tools verbeteren, de gebruiksvriendelijkheid verbeteren. En de toepasbaarheid bovenal, dus verbeteren. Dus jij gaat de Open Source City nog een veel hardere schop geven
dan je al gedaan hebt. Andere mensen die andere lessen hebben getrokken en andere acties voor ogen hebben. Ja, wat ik een beetje merk, en dan bekritiseer ik ook mezelf, is dat er zijn heel veel initiatieven, maar het is heel erg los van elkaar. En ik denk dat juist vanuit een programmeursethiek van samen dingen delen en samen dingen maken, samenwerken, in dit verhaal echt heel erg belangrijk is. En dat we veel meer aansluiting bij elkaar moeten zoeken. En wij dus ook. Nou, daar hebben we straks nog een programma-element voor, dat heet de borrel. Leg contacten en zorg dat je gezamenlijk aan de slag gaat. Meer vingers. Inzichten en acties. Het is wel zeg maar de publieke tribune die met de input komt. Hè. Dat is bij raadsvergaderingen. Wordt er meer verwacht van deze tafels dat er hier gepraat wordt. En kan dat nu ook? Kijk. Oh, ja, wij gaan volgende week gewoon maar aan de slag op Staam Centrum met onze sensoren enzovoort. Plannetje is er. Budgetten hoop ik maandag of dinsdag te scoren. En dan gaan we gewoon bouwen en... Geluidsdata zijn al beschikbaar. We hebben al twee dimensionale geluidsmeters hangen in de stad. Waar de buurtbewoners zelf kunnen kijken. En ik ga maar voorstellen om dat wat breder te gooien. Je kunt het voor de hele stad gebruiken. Heel mooi. Geluidsdata voor de hele stad Eindhoven. We zijn benieuwd of je volgende week budget scoort. Is er een manier waarop we feedback kunnen geven op dat plan? Of kunnen we de wethouder nog een duwtje geven? Komt goed. Komt goed. Ja, kijk. Volgens mij loopt dit al. En wat voor ons interessanter is, wij zijn bezig met lichtexperimenten op het Stralenseind. Om te kijken hoe je die hele omgeving beter aan kunt passen aan wat mensen willen. En dat zijn open data. Dat kunnen we wel in de vorm van open data op het net gooien. Omdat het wel interessant is om te weten wat andere mensen daarvan vinden. Wat voor aanvullingen ook qua... apps en gewoon daadwerkelijk interventies in de openbare ruimte ze toe kunnen voegen. Dus dat vind ik eigenlijk wat spannender dan alleen wat geluid ophangen. Geluid en licht. We hadden al een presentatie van ja. Ja, om te zeggen van nou die straatlantaarns zouden eventueel wel uit kunnen nu of op een lager niveau. Of, nee, jij hebt wildere plannen, vertel. Nee, wat je doet is tegenwoordig dat je creëert hele specifieke omgeving met licht. En desnoods laat je er allerlei avatars in opduiken. Je kunt alles doen. Maar het uitgangspunt is dat je, als je naar het Straamseind kijkt, daar word je niet vrolijk van. Ook niet als je daaruit gaat als jongere. Nou, dat is hartstikke zonde. Want het moet natuurlijk gewoon één gigantisch feest zijn. En wat we aan het doen zijn, is dat we interventies met licht op dit moment doen. En dan wordt er ook gemeten wat het effect is op mensen. Nou, dat zijn hele interessante data om met elkaar te delen en ook vanuit andere plekken. Maar wat je daar creëert is nog veel spannender. En wat ik erg interessant zou vinden is als mensen allerlei dingen daar zouden willen uitproberen. Dat is altijd spannend als mensen gaan experimenteren ermee. Ja, heel mooi. Experimenteren, dus als devies. Nog, ik zit nou één vinger. Kijk, ik word ook gewoon keurig gerouteerd hier. Dus, nee, precies. Experimenteren mag ook falen, ja. En de truc is van, kun je een beetje goedkoop falen met elkaar, want dan leer je het snelst. Ik denk dat wij ons de komende tijd gewoon nog meer in gaan zetten voor niet alleen open data, maar ook dat die toegankelijk is en behapbaar. Dus in de vorm van een API of iets wat universeel, kenbaar is bij mensen. Precies, zodat niet iedereen alle skills hoeft te hebben om toch met die dingen aan de slag te gaan. Heel mooi. Ik ga jullie niet langer van de borrel afhouden, want dat is, je voelt dat dan op een gegeven moment in de zaal van nou, nu is het wel mooi geweest. Dank jullie allemaal hartelijk voor jullie aanwezigheid vandaag en voor jullie inbreng in de discussies. Jullie krijgen allemaal nog een puzzel mee tijdens borrel. Die kun je dan in de trein of in de auto nog doen als je in de file staat. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en inbreng. Dank Ad en René en Gabi en alle vrijwilligers, ze zijn alweer weg want ze lopen met de enveloppen, voor de organisatie vandaag. En om wederom een nationaal event neer te zetten waar we allemaal onze ervaringen en verhalen kunnen uitwisselen. Een hartelijk applaus voor de organisatie alsjeblieft. En we hebben vanochtend gehoord dat we dat volgend jaar vast weer gaan doen. En helemaal als we zorgen dat het voor de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvindt. Want dan weten we nog wie we aan moeten spreken. Nogmaals hartelijk dank voor jullie komst vandaag.
Geniet nog even van de borrel. Wissel nog even contactgegevens uit. Zorg dat je maandag met elkaar weer verder in gesprek gaat. En een fijne avond vast. En straks een fijn weekend. Dank jullie wel.